Hartelijk welkom allemaal op deze tweede webinar op het gebied van decentrale sanitatie. Vandaag hebben we het over compacte actief slipsystemen. En mijn naam is Jules Verlier. Ik ben hoogleraar afvalwaterzuiveringstechnologie en milieutechnologie aan de TU Delft. En ik ben vandaag de moderator van deze webinar. Deze webinar-series, want het is meer dan één, is georganiseerd door de mensen van de TU Delft in samenwerking met Rionet en STOA. Heel graag had ik nu het woord gegeven aan Bert Palsma van de STOA, die jullie ook van harte welkom wil heten. Maar helaas, Bert is door ziekte geveld en kan niet aanwezig zijn. Bij deze wensen we Bert natuurlijk een spoedig herstel toe. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag, zoals gezegd, gaan we het hebben over compacte actief slipsystemen als een methode om decentraal afvalwater te zuiveren. En dat kan op huishoudschaal, dat kan op meerdere huishoudens tegelijk. Laten we zeggen, pakweg beet tussen de 5 en de 50 personen in. Dus het kunnen ook clusters van huizen zijn. Wat we willen is een verwijdering van koolstof, maar ook van een verwijdering van stikstof en fosfor. Dus we gaan het niet hebben over beerputten en septic tanks, hoewel ik natuurlijk een enorme voorstander ben van een anaerobe stabilisatie van organische stof. Deze webinar, net zoals de vorige keer, die wordt opgenomen. En daarna zal die gaan verschijnen op de STOA website. Net zoals de vorige keer hebben we in deze webinar speciale gasten. Die zal ik zo aan jullie voorstellen. En wij hopen wederom een actieve bijdrage van iedereen die nu toekijkt. Hiervoor hebben we een chatfunctie en stel uw vragen in de chat. En deze chat die wordt continu uitgelezen en de vragen worden naar mij toegespeeld. En alle vragen worden beantwoord. Worden de vragen niet beantwoord tijdens de webinar zelf, in de sessie met mijn gasten, dan zal de chatvragen worden beantwoord op de STOA website. Met andere woorden, elke vraag is goed gesteld en wordt juist behandeld. Nou, voordat ik de gasten ga uitnodigen, wil ik graag beginnen met de eerste gast. Want we willen natuurlijk weten, waar hebben we het over? Wat zijn nou de achtergronden van de techniek die we gaan bespreken? En nou ja, om dit nader toe te lichten, hebben we de heer Tiemen Nannega uitgenodigd. Tiemen Nannega is nu directeur van de Lettinga Associates Foundation, LEAF. En hij is daar senior advisor in nieuwe sanitatie. Tiemen heeft een mooie presentatie voorbereid waarin de achtergronden van de techniek verder worden toegelicht. En ik zou bij deze heel graag het woord willen geven aan Tiemen voor zijn exposé op deze compacte technologie. Tiemen, graag het woord aan jou. Dankjewel, Jules. Welkom allemaal. Inderdaad ben ik gevraagd om iets te vertellen over compact actief slipsystemen. Voordat ik dat ga doen, even een heel stukje achtergrond. Wij werken als LEAF al een aantal jaar aan die decentrale sanitatie, enkele tientallen jaren zelfs. Dat betekent dat wij ook veel met leveranciers werken. Een heel aantal van de informatie wat ik hier vandaag vertel, komt ook voort uit die samenwerking, uit de monitoring van die systemen. Ik ga dat niet allemaal vertellen. Daar zit ook wel eens af en toe wat vertrouwelijk in. Dat betekent dat het af en toe wat hoog overgaat of wat meer kennis en informatie zit achter wat ik zeg. Maar we gaan gewoon vandaag inleidend verschillende soorten. We gaan kijken, wat is dat nou, een compact actief slipsysteem? We gaan kijken naar de praktijk, dus daar laat ik data zien, monitoringsdata, en dat is publieke data. De data die wij vergaren in de samenwerking, die komt dus niet aan bod. Ik laat ook verschillende systeemtypes van verschillende leveranciers zien. Daarin heb ik geprobeerd een balans te maken om eigenlijk alle leveranciers en type systemen in Nederland aan bod te laten komen. Mocht dat nou niet lukken, dat uw systeem daar niet tussen staat, dan is dat bijvoorbeeld, zeg ik bij deze, niet expres gedaan. Dan heb ik dat op dat moment niet gevonden. Maar probeer dat zo breed mogelijk neer te zetten. De praktijk, seizoensinvloeden, gevoeligheden en dan gaan we afsluiten met een stukje ja, de ontwikkeling, de innovatie. Ik denk ongeveer een uur en daarna gaan we afronden en dan gaan we weer naar de tafel bij Jules. Inleiding. Goed. Waar hebben we het eigenlijk over? Eigenlijk zijn deze systemen waar we het nu over hebben, die worden ook wel in de volksmond de IBA genoemd. Als we het hebben over IBA in het gesprek, dan kan dat zijn de septic tank, maar er wordt vaak ook wel iets met beluchting. Bijvoorbeeld vroeger een klasse 2 systeem werd genoemd.
dat wordt wel de IBA genoemd. Maar één IBA is geen IBA. Het is niet hetzelfde. Dus we gaan verder in op de systemen. Ze zijn compact. Compact, daar bedoelen wij mee. Ze nemen minder ruimte in dan een helofietenfilter, dan een natuurlijk systeem. Daar ging de vorige webinar over. Ze hebben over het algemeen iets hogere energieverbruik vanwege het pompen. Maar ook de actieve beluchting die erin zit. Dat is een wezenlijk verschil. Zoals we al zeiden, er zijn verschillende systeemtypes te onderscheiden. En daar ga ik zo op in. In de basis, het is een aangestuurde beluchting om organische stof te verwijderen. En ook stikstof te oxideren. Organische stof te oxideren en stikstof te verwijderen is de juiste bewoording. En we passen dat toe bij huishoudens. Dat is ook de scope van waar we het vandaag over hebben. Dat kan ook breder toegepast worden, maar vandaag hebben we het echt over de systemen die bij huishoudens op huishoudelijk afvalwater, eventueel ook recreatieterreinen, worden toegepast. Maar ze worden bijvoorbeeld ook toegepast bij industrieën, bij melkveehouders. Daar gaan we nu niet op in. Goed, de verschillende soorten. En ik heb een aantal titelslides ertussen gezet, zodat u later, als u de slide terugkijkt, makkelijk uw weg hierin kunt vinden. Wat u hier ziet is eigenlijk de basis. Er zijn over het algemeen 3 kamers, dat kan soms iets meer, iets minder, maar over het algemeen 3 kamers waarin een bezinkingstap is. Vervolgens is er een beluchtingstap voor de organische stof en de stikstof. En daarna weer een bezinkingstap, daar bezinkt het slib. En het effluent stroomt dan eruit. En dat is gelijk ook zijn de basisprincipes van de compact actief slipsystemen. Er is een bezinkingstap voor het zand en het organisch materiaal. De BZV, CZV-verwijdering, dat is eigenlijk de kern waarmee ze zijn begonnen. De stikstofverwijdering kwam daarna erbij. Fosfaatverwijdering gaan we ook later nog wat verder op in. Daar zijn andere principes voor. Dat is meestal chemisch, maar dat wordt, daar gaan we verder op in. En de bezinkingstap. De aansturing van deze systemen kan heel erg verschillen. En ook dat zullen we zo zien. Dat kan zijn dat er geen aansturing is. Je zou haast plat zeggen, dan doet hij maar wat. Maar goed, er kunnen ook heel simpel met een timer aan, uit, op vastgezette tijden. Op basis van de beat binnenkomt en... nog geavanceerder met zuurstof, pH, verschillende sensoren. En daar gaan we vandaag vanmiddag meer over horen. De verschillende soorten. Ik begin met de basis. Dat is compact actief slipsysteem. Het actief slipsysteem, zoals we dat ook wel op de zuiveringen kennen, op de RWZI. Kan heel effectief zijn voor de verwijdering van de stoffen uit het afvalwater. Het komt binnen. Wordt verpompt, je hebt een aparte tank, daar heb je ook de biomassa in met beluchting aan uit het slip, ook konisch, zodat je een goede bezinking met efficiënte afvang hebt. Over het algemeen zien we in de praktijk, en ik heb het hier wel over, niet over de grote RWZT's, maar over de kleine, de decentrale systemen, dat de CZV en de stikstofverwijdering zeer goed is, kan zeer goed zijn, wel behoeft het aandacht. Fosfaatverwijdering is beperkt, dat is vooral chemisch. Dat het gedaan wordt. En zeker met kleine systemen is dat technologisch wat complexer. Je zou kunnen zeggen onvoldoende. Daar komen we later op terug. Dit is hoe het er in de praktijk uit kan zien. Een aantal bakken in de grond. U ziet hier de 3 tanks op een rij. Dit systeem dat is dan een grote systeem voor ongeveer 100 huishoudens. En de leverancier hier heeft het in 3 verschillende straten uitgelegd. Qua robuustheid, maar ook op schaalbaarheid. Hier is uiteindelijk zand overheen gegaan, dus dan ziet u er niet zo heel veel mee. Een andere leverancier heeft dit systeem, het VFL, daar zijn de compartimenten in 1 tank gevat. Hier hebben ze dan nog wat meer innovatie toegepast, waardoor je ziet hier meerdere compartimenten. Het water eigenlijk verticaal omhoog en naar beneden gaat, zodat er iets meer contact is met de biomassa voor de beluchting met retourstromen en daarna een bezinking. Dit is een relatief klein systeem ook, 1 tank. Dit kan bij een huishouden of meerdere huishoudens. Een ander type compact actief slipsysteem is het SBR, of het Sequencing Batch Reactor. Het is vergelijkbaar, de processtappen zijn vergelijkbaar, alleen vindt dit dan plaats in 1 tank of 1 bak. En die bak die doorloopt meerdere stappen. Hij wordt gevuld, hij wordt belucht
En dat is daar kan een regime in zitten, een aan-uit, een aansturing. Dan volgt de bezinkstap, waarna het water wegstroomt of af wordt gepompt. En dan herhaalt zich dit weer. Logischerwijs, de aanvoer hier, hij wordt batch bedreven. En dat betekent dat er een buffer voor moet zitten die zich vult, die dan leeg wordt gepompt in het systeem. Het water wordt gezuiverd en vervolgens wordt de buffer weer gevuld. Dus er zijn wel wat meer tanks. Dat heeft ook voordelen. Je kunt de verblijftijden aanpassen op basis van de afvalwatersamenstelling die op dat moment binnenkomt. Maar het heeft ook nadelen. Je doet eigenlijk alles in één bak. En ja, dan kan bijvoorbeeld de bezinking, dat is niet helemaal daarvoor ontworpen. Dus dat kan, ik zeg dat kan, dat hoeft niet altijd, maar dat kan wat minder efficiënt te gaan, bijvoorbeeld. Nou, ook hierbij, ja, hoe ziet dat nou in de praktijk eruit? Twee systemen, één is iets kleiner, een pompput met de buffer. En vervolgens gaat dat naar een reactor, dat zijn de putdeksels, en dan stroomt het weg. Of aan de rechterkant ziet u een ander systeem van de leverancier. Dat zijn twee straten links en rechts. De buffer, de reactor en de ronde put helemaal achterin, de effluent verzamelput. Een derde systeemtype is een slipopdrager systeem. En een slipopdrager, eigenlijk zegt dat het slip groeit op een dragermateriaal. De micro-organismen, de beestjes, die kunnen daarop groeien. En dat kan bijvoorbeeld dat het dragermateriaal gesuspendeerd is of gefixeerd. Daar kom ik zo, laat ik daar een aantal voorbeelden van zien. Dat dragermateriaal, dat materiaal, dat kunnen geëxpandeerde kleikorrels zijn, lava, kunststofkorrels, zand of honingraatstructuren die erin vastzitten. De twee voorbeelden hier is dat het afvalwater bij een cyclic filter, dat is ook wel een bekend voorbeeld, een zandfilter, wordt bovenin ingebracht. Het zakt door het materiaal heen, het dragenmateriaal. Daar groeien de beestjes op, daar vinden de processen plaats en het gezuiverde water stroomt onderweg. Een tweede, het fluidized bed, wordt het water onderin ingebracht en is eigenlijk al het materiaal, bevindt zich in het water. Het is dit is ook continu in beweging daarin. Dus het is ook een dynamisch geheel. Het voordeel van deze systemen is een hoger oppervlak voor het slip. Want je kunt er meer, het kan daar groeien. Het is dus ook wat efficiënter. Je hebt ook minder slipuitspoeling, want het slip wordt vastgehouden op het materiaal. Je kunt een hogere slipdichtheid krijgen. Ene kant omdat het op het materiaal zit. En andere kant omdat er ook nog gesuspendeerd slip is in het water zelf. Je zou daarin kunnen zeggen, die systemen worden ook al ingezet, dat ze wat robuuster zijn. Ze kunnen wat beter omgaan met de schommelingen in het influent. Omdat het slip wordt vastgehouden, hebben deze systemen over het algemeen ook iets betere nitrificatie. Dus iets betere omzetting van ammonium richting nitraat. Omdat de nitrificerende bacteriën, die wat langzamer groeien, die worden daarin vastgehouden. Het slip zelf laat ook zien dat het wat beter nabezinkt. Dus de nabezinker die eigenlijk achter deze bakken zou komen, of moet komen, dat bezinkt ook wat beter. Vanwege het slip dat heeft een lagere organische fractie. En een iets hoger gewicht, dus echt iets andere samenstelling dan het gesuspendeerde materiaal. En in theorie, ik zeg in theorie, heb je dus minder slipspuien nodig. In de praktijk kan dat zo zijn, maar het kan ook zo zijn dat het niet zo is, omdat er wat anders is. Deze systemen worden vaak toegepast als je afvalwater hebt met een iets lagere CZV of stikstofconcentratie. Dus iets verdunder afvalwater. En op het moment dat je dan water krijgt wat dan gaat veranderen in samenstelling als het systeem er al ligt, dan krijg je een hogere organische belasting en dan ga je meer slip aangerukt krijgen. Dan krijg je meer slip in je systeem en dan kun je risico krijgen op verstopping of meer slipuitspoeling. En dat kan weer effect hebben op dat slipspuien waar we het net over hadden of op de achtergelegen zuivering. Het systeem is ook over het algemeen, en dit is echt theorie, ook wat lastiger te beheersen. Omdat je hebt een oppervlak waar het op groeit, waar de beestjes op groeien. De dikte, de activiteit, dat is wat moeilijker te sturen. Het is iets meer in die doos. Daar heb je iets minder invloed op. De vraag is wel, als het iets moeilijker aan te sturen is, in hoeverre je dat dan ook echt terugziet in die effluent kwaliteit. Daar komen we zo ook nog op.
En vanwege de hogere beluchtingsenergie die nodig is om het door het materiaal heen te beluchten, door het dragenmateriaal, hebben ze ook voor het algemeen een wat hoger energievraag. Nou, hier is een voorbeeld van de systemen van de plaatjes die ik net liet zien. De verschillende compartimenten ziet u met als putdeksel. Maar dit is ook wel een voorbeeld. Ik weet niet of hij wordt ook wel eens geschaard onder de natuurlijke zuiveringssystemen. De phytoparking of de phytocube. Eigenlijk is een slipopdrager met daarbovenop een grasmat waarop de auto geparkeerd kan worden. En wat hieronder zit, er zit een constructie. En daaronder zit eigenlijk een slipopdrager materiaal, geëxpandeerde kleikorrels die belucht worden. Dit is een mooie combinatie van functies. Dit voorbeeld, de Hydroloop, is in de kern ook een slipopdrager systeem. Dat is een DAF met daarna een MBBR, dat is een slipopdrager. Speciaal ontwikkeld om grijs water te zuiveren. In dit geval ziet u een aantal Hydroloops in een container. De Hydroloop Cascade, dat is voor wat groter systeem. Maar één zo'n unit, formaat koelkast, kan ook op één huis houden. Een ander type slipopdragensysteem is de biorotor. De biorotor wordt in Nederland, zover ik weet, niet heel veel toegepast. Er zijn een paar plekken, ik laat er één zo zien. Niet heel veel. In Engeland, Hongarije bijvoorbeeld wel. Het is een trommel die ronddraait in de as. We zien hier een dwarsdoorsnede. En die trommel die draait rond in een tank die 40-60% gevuld is met afvalwater. En slip groeit op die trommel. Dat is heel mooi. En op een gegeven moment, als het te veel slip is, dan slaat het ook weer los. Dan kan het bezinken. En dan uiteindelijk voert het ook af. Werkt goed voor de organische stof en de nitrificatie. Maar voor de denitrificatie behoeft het wel een aanvullende stap. En wat ik net ook zei, als het slip wordt losgeslagen, op een gegeven moment bouwt het op, dan gaat het ook uitspoelen. Ook daarvoor heeft het systeem een nabezinken nodig. Met één tank bent u er dus niet. Nou, zo ziet het eruit. Dit is een voorbeeld uit Hongarije, waar het water binnenkomt en dan is het eigenlijk een halfronde kap. Maar we hebben hier in Nederland ook één. Deze ligt in Sneek. Daar wordt ook al gebruikt voor het Olam-proces om stikstof te verwijderen. Of in de stikstofverwijdering. En u ziet hier heel mooi in het plaatje, daar is een deksel open, het honingraadstructuur dat ronddraait. Een laatste voorbeeld of systeemtype van actief slipsysteem is de membrane bioreactor of de MBR. En dit is het actief slipsysteem, bijvoorbeeld wat ik net zei, een AS of een SBR, met in plaats van de nabezinker een membraan of een aantal membranen om het slip weer te scheiden. Die membranen, wat we hier zien is nou het actief slipsysteem. Dat kan in één of meerdere bakken zijn. We zien zo een aantal voorbeelden van. En dan vervolgens wordt het water door de membranen geperst en dan gaat het afgevangen slip weer terug. Die membranen die kunnen in een aparte tank zijn, die kunnen in dezelfde tank zijn, ondergedompeld in een aparte tank, in een membraantank of in een aparte skid erachter nog. Dus er zijn ook weer verschillende configuraties mogelijk. Deze systemen laten over het algemeen heel goede verwijdering zien van slip, maar ook van het bezit van het organische stof in het water vanwege die membranen. Afhankelijk van de porigrootte van de membranen kun je ze ook gebruiken om pathogenen te verwijderen. Dus dat is ook een voordeel van deze systemen. Maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel. Ze hebben een hogere energievraag vanwege de membranen, hogere investeringskosten. Het onderhoud is ook wat intensiever. En dat is voornamelijk heeft het echt wel te maken met die membranen die ook kunnen gaan verstoppen. Nou, een recent voorbeeld hiervan is de MBR die bij de pilot in Hees is gebouwd en getest. Die is daar in een container gezet als pilot. En hij bestaat uit verschillende stappen. Dus we hebben hier het actief slipsysteem, een aantal tanks, anaeroop, anoxies en aeroop. Met recirculatie erin. En vervolgens gaat het water in een aparte skid. En die ziet u daar links, dat zijn die witte kolommen aan de linkerkant in de container. Daar gaat het water doorheen. Het permeaat gaat dan richting effluent. En het concentraat gaat dan weer terug naar de tanks.
Wat u ook wel op zou kunnen vallen is dat er hier aan de voorkant hebben zij al na de volbezinker ook een grof filter gezet. Dat is in dit geval een RVS filter met een bepaald poriegrootte. En dat is er eigenlijk ingebouwd omdat men merkte ja, dat er toch wel deeltjes in kwamen. En dat die membranen op een gegeven moment wel gingen verstoppen. Nou, gelijk een van de lastige punten. Tegelijkertijd toen hij goed werkte, toen het allemaal onder de knie was, toen kwam er ook heel mooi schoon water uit. Een ander voorbeeld van een MBR, deze Blue Elephant, die staat in Palestina. Die hebben ze mooi vormgegeven door het biologische systeem in die blauwe bak eromheen. En er zit dan de skid, die zit hier achter de PLC en de beluchtingstanks. Deze witte kastjes, er zit de skid daarachter. En dat staat dan op een pallet en dat kan dan verschepen worden. Goed, dan hebben we dus die verschillende systeemtypes gehad. En daar zijn verschillende mogelijkheden in. In de basis is het dus die processtappen waar ik mee begon. Met bezinking, beluchting en dan weer een bezinkingstap. Maar dat betekent niet dat je daarmee klaar bent. Deze systemen hebben ook voorzieningen nodig. Een aantal randvoorwaarden voor de toepassing. Daar ga ik kort op in. Allereerst, is misschien een open deur. Tegelijkertijd... wordt dat wel zo overhoofd zien? Ze hebben stroom nodig. Er moet een stroomaansluiting aanwezig zijn van voldoende capaciteit om het systeem op aan te sluiten. Met ook continu. Dus dat is een van de basisdingen. Dat betekent ook dat het systeem heeft een energievraag. Dat is een van de punten hier. Afhankelijk van het systeemtype is er een voorbezinker en of een buffer nodig. Sommige leveranciers en type systemen hebben dat al ingebouwd. Dat is gewoon een pakket van verschillende tanks. Dat wordt dan geleverd of dat zit allemaal in één. Anderen die leveren een systeem en dan moet dan nog apart een pompput of een bufferende pompput bijgeleverd worden. Dat wordt wel per leverancier geregeld, maar hou daar ook rekening mee in het ontwerp en in de beschikbaarheid die er is in de ondergrond. Dan komen we bij de chemicaliën. De fosfaatverwijdering en mogelijk ook pH. Buffering, als dat nodig is. Daar kan ook soms een verzuring in optreden in deze systemen. Voor de fosfaatverwijdering wordt over het algemeen chemicaliedosering toegepast. En we zien in de praktijk dat niet veel wordt gedaan. Dat heeft te maken met kosten, met complexiteit, met beheersbaarheid, dat er niet wordt gedaan. Maar eigenlijk als je kijkt naar de effluent eisen en fosfaat zit daarin en het is een lage concentratie, dan is dit wel nodig. Afhankelijk van het systeem en ook weer van de effluent eisen zal nabehandeling nodig zijn. En dat kan zijn om het nitraat te verwijderen, als dat in het systeem zelf niet goed gebeurt. De fosfaat, wat ik zei, of microverontreinigingen en andere zeer zorgwekkende stoffen. En als nabehandeling, daar laat ik later enkele voorbeelden van zien. En last but not least, monsterpunten, ja, influent, effluent. Het is een systeem, daar zit een melding bij of een vergunning. Dat moet gemonitord worden, periodiek gemonitord. Dat moet gecontroleerd worden. Die monsterpunten die moeten er zijn en goed toegankelijk zijn. Daarnaast moeten de systemen ook toegankelijk zijn voor onderhoud en slipafvoer. Het zijn open deuren en tegelijkertijd zien we ook wel eens in de praktijk dat ze ofwel onder het asfalt worden gelegd. En ja, die putdeksel die is toch niet nodig, hè? Daar kun je ook wel overheen asfalteren. Of dat een systeem helemaal achter in de tuin wordt gelegd en tijdens aanleg of bouw van een huis is dat prima. Maar op het moment dat dan de tuin heel mooi is en je moet toch met een vrachtwagen of trekker erheen om het slip af te voeren. Had je misschien een ander ontwerp kunnen kiezen van de tuin dan. Hou hier rekening mee. Tot zover. We gaan door naar de praktijk. Nou, even kijken hier naar de zuiveringsrendementen. Medicijnresten, gaan we heel kort op in. Seizoensinvloeden, gevoeligheden en de beheersaspecten. Goed, de organische stof. PZV, CZV, zwevend stof. Ik pak ze even alle drie hier tegelijkertijd. En deze systemen zijn in de basis ontworpen om dit goed te kunnen verwijderen. Als je kijkt gewoon naar de beluchting en activiteit, de oxidatie, dat kan hier prima gebeuren. En je ziet dan ook dat in de literatuur 95% tot 99,9% dat wordt genoemd en dat wordt ook gemeten. Dat zien we ook, dat echt prima kan. Maar we zien in de praktijk ook dat het heel erg kan verschillen. Deze data die komt uit de SANI-monitor, dus is gewoon publiek toegankelijke data. We hebben ook andere data die laten
soms vergelijkbare trends zien, andere keren veel beter. Maar wat je hier ziet in de SANI-monitor van de technische systemen die daarin zitten, en ik pak even de benchmark lozing volgens activiteitenbesluit, 40 milligram per liter BZV. Ongeveer 70% haalt het wat erin staat en die 30% niet. En wees hier wel, ik zou hier graag echt voorzichtig mee willen zijn met deze data, dat nu niet de conclusie wordt getrokken, dus 30% van de systemen doet het niet. Dat is niet per se de juiste conclusie. Het gaat erom, merendeel doet het wel. Maar er zijn ook aandachtspunten. Het is geen gegeven dat als een systeem in werking is, dat hij het dan ook altijd doet. Die 30% die het niet doet, vaak staan er in de SANI-monitor ook wel opmerkingen bij. Het systeem was erg vies, er is wat aan de hand. En in principe zeggen wij dat als de BZV-norm niet gehaald wordt, dat er dan iets speelt. Dat er al iets aan de hand is met bijvoorbeeld de beluchting of de effluent buffer of het monsterputje. Maar dat er aandacht behoeft. Hetzelfde is voor de CZV. Eigenlijk zien we een vergelijkbaar verwijdering of een vergelijkbaar functioneren in de data die er nu is. 75% wel, ongeveer 25% haalt de norm op dit moment van die data die erin staat niet. Nogmaals, er is ook data van volgens mij uit mijn hoofd ongeveer 100 installaties. Dus dat is ook niet representatief vooralsnog voor alle systemen die in Nederland liggen, wat nu bekend is. En zwevend stof, ook weer 70 om 30. Stikstof. En die nutriënten, ja, dan zegt men ook, ja, stikstof kunnen we wel 60 tot 80, ook wel 60 tot 95% verwijdering. Zien wij ook wel in literatuur of volgens opgaaf. En wij zien ook systemen waar dat zeker kan, waar dat zeker haalbaar is. Maar ook hier geldt dat de praktijk erg verschilt. En wederom weer alleen die publieke data die ik hier laat zien. Daar zeg je, dan is het die verhouding vergeleken met de organische stof toch wel anders. 45% voldoet voor en totaal wel aan de norm die erin zit en 55% niet. En dan blijkt ook wel eigenlijk die verwijdering van organische stof, dat is, als dat goed werkt, nou, dat lijkt redelijk makkelijk, maar die stikstofverwijdering, dat is toch wel een samenspel van wel beluchten, geen beluchten, de aerobe zone, de anoxische zone, de andere groepen bacteriën, die daarin in zo'n systeem gefaciliteerd moeten worden. En dat vraagt wel aandacht en expertise. Gaan we dan kijken welke stikstofvormen, hoe zit dat dan? Dan zien we dat ammonium, dat eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, word ik hier niet zo heel vrolijk van. 25% voldoet wel eraan en 75% niet. En nou, dat is dan wel spannend. Zeker omdat ammonium ook een toxisch effect kan hebben op het aquatische milieu. En het heeft puur ook te maken met die beluchting en die aansturing. Kijken we dan ook verder naar nitraat, wat erin zit. Daar zijn geen normen voor, dus daarvoor kan ik niet zo'n verdeling geven wat daar wel en niet aan voldoet. Maar u ziet hier wel, ja, als we even kijken naar en totaal, daar zit het merendeel, dat zit daar wel in. Wat ook wel opvalt is dat er een heel aantal systemen zijn met heel weinig nitraat in het effluent. En ik heb even naar die data gekeken en ik kon even zo door de oogharen, ik heb geen statistische analyse op losgelaten, maar ik kon door de oogharen geen correlatie zien tussen heel hoog ammonium en geen nitraat. Dat is niet zo snel eruit te halen. Maar het zou best kunnen als we daar iets dieper op in wordt gedoken in die data, dat daar wel iets te halen is. En het zou bijvoorbeeld een hypothese zou kunnen zijn dat, ja, als het systeem niet goed is afgesteld, niet goed is ingeregeld, er is iets aan de hand. Als dan die nitrificatie niet lekker loopt, dat in die denitrificatie erachteraan ook niet goed gaat. Op het moment dat je ziet dat een denitrificatie goed gaat, dan is er weinig ammonium en wat meer nitraat, dan heb je al een iets ander systeem. Iets andere situatie, bedoel ik. Fosfaat. Fosfaatverwijdering, ook hier, ja, 60 tot 80%. Maar ook daarin zien we ook wel eens dat men zegt, ja, nee, 95, 99. Als we gewoon een goede dosering hebben van ijzerchloride, dan gaat het goed. In Nederland worden, wat ik net zei, dat laatste stuk, dat wordt heel weinig toegepast bij de kleine systemen. En dat zie je dan ook terug in het effluent. En als we hier uitgaan van, als we, ja, van huishoudelijk afvalwater een P-concentratie van ongeveer pak een beet tussen de 7 en de 23, 25 milligram P per liter. En je vergelijkt dat met dit effluent,
dan zou je kunnen zeggen, er is een heel kleine afname, maar veel van de fosfaat gaat er doorheen. De biologie die neemt wel wat fosfaat op, er gaat iets in slip zitten, maar veel zien we ook terug in het effluent. Goed, medicijnresten, PFAS, pathogenen, dat zijn eigenlijk, we gaan een stapje verder dan de nutriënten. Je zou kunnen zeggen, nou, de basis is de organische stof, de nutriënten, next level, en dan gaan we nog een stapje verder. Er is een aantal systemen en er zijn wat innovaties op dit onderwerp gaande, maar het is nog voor deze kleine systemen nog niet zo ver uitgewerkt dat daar ook echt heel veel praktijkvoorbeelden zijn waar heel actief hieraan wordt gewerkt. Wat we wel zien, het is een actief slipsysteem. En die processen die hier spelen zijn vergelijkbaar met de grotere RWZI's. We hebben niet voor die kleine systemen eenduidige verwijderingsrendementen voor deze stoffen of voor deze parameters. En het hangt ook heel erg sterk af van de type technologie en hoe het functioneert. Je kunt voorstellen als je met een membraan aan de slag gaat, dat je dan andere resultaten hebt dan wanneer dat met een, alleen een SBR is of zo. Medicijnresten, wat we hebben gemeten aan de compacte actief slipsystemen en wat we daarin zien is dat de medicijnen of de medicijnresten die biologisch afgebroken kunnen worden of die vastgelegd kunnen worden, dat dat goed gaat. En dat is net als met een RWZI, maar je hebt ook andere stoffen die hebben bijvoorbeeld actief koolsorptie of oxidatie met bijvoorbeeld ozon die daar veel beter mee verwijderd worden. Dat geldt ook in deze systemen. Als je die technologieën niet hebt, dan zullen die medicijnresten ook niet verwijderd worden. Nou, er is ook wat afvang in slip. Maar goed, dat is, ik zou zeggen, haast, dat is vergelijkbaar met EWZT's. PFAS was de vraag, ja, hoe zit dat dan? Dat is een upcoming item. Dat komt of terug in slip of in het effluent, maar daar is geen actieve verwijdering op. En ik verwacht daar ook geen hoge verwijderingsrendementen op dit moment. En pathogenen. Pathogenen wordt gemeten in de indicator E. coli. Er zijn nog veel meer pathogenen. Het is een indicator. Het is dus niet alles. Maar wat wij hierin zien, en dat zijn vooral onze eigen metingen van verschillende systemen, is of een log 1, dat is eigenlijk bijna geen reductie, tot wel een log 6. En een log 6, dan heb je gewoon ruw huishoudelijk afvalwater. En wat eruit komt is prima zwemkwaliteit, zwemwaterkwaliteit. Wat we ook zien, is dat dat kan variëren. En dat dat niet per se gekoppeld is aan een seizoen in de data die wij hebben. Wij hadden verwacht van wel, maar dat zien wij niet terug. Maar dat veel meer ligt ook aan de staat van functioneren of de staat van onderhoud. Hoe die ook de pathogenen verwijdert. Maar er is data van systemen waarin ze laten zien dat het wel kan. Seizoensinvloeden, het zijn biologische systemen en die activiteit. En temperatuur heeft invloed op de activiteit. Alleen wij zien het niet per se terug in effluent samenstelling of in die zuiveringselementen. En daarvoor is de verklaring en dat deze systemen liggen veelal in de grond. Het voorbeeld dat u hier ziet is dan net zo'n voorbeeld waarin het systeem niet in de grond zit, maar die wordt alleen in voorjaar en zomer gebruikt. Maar ze liggen in de grond en daar heb je een buffering van temperatuur vanwege de grondwarmte, maar ook vanwege het grondwater wat er omheen zit. Opwarming van het influent dat veel minder snel afkoelt. Dus dat is veel gelijkmatiger en we zien hier in het effluent ook niet als je dat vergelijkt met de data die wij hebben of die in de SANI-monitor is, dat ze in het winter slechter doen dan in de zomer of in de zomer veel beter doen. Dus die seizoensinvloeden qua temperatuur die zijn beperkt. Of eigenlijk zou ik haast zeggen, die nemen wij niet waar in de data die er is. Wat wij wel zien is een sterke invloed van de hydraulische belasting. Dus de hydraulische variatie. En dat heeft te maken met vakantie. Dat bijvoorbeeld het systeem wat langer droog valt. Nou, dat zou nog kunnen. Dan moet je even kijken, hoe lang kan dat dan voordat je het systeem helemaal weer langzaam opnieuw moet gaan opstarten. Maar wat vooral hier speelt, is de piekbelasting. Of bijvoorbeeld bij terugkomst. Of als er veel bezoekers zijn. Of, het tweede voorbeeld, hemelwater, een jacuzzi, een grote hydraulische belasting, veel water in één keer. Dat gaat door die voorbezinker. De verblijftijd neemt af, neemt slip of zand mee in het tweede station, tweede fase. Daar heb je meer water,
minder beluchtingstijd, dus minder goede omzetting. En vervolgens heb je ook nog kans dat hij het slip uit de nabezinker ook meeneemt naar het lozingspunt. Dus hier, de hydraulische variatie, daar zien wij wel veel invloed op. Gevoeligheden, ja. We hebben het over relatief kleine systemen. En je zou kunnen zeggen, hoe groter het systeem, hoe meer influent erin komt en hoe meer de pieken van het influent en de variatie daarin wordt gemiddeld. Dus daar zijn die grote systemen, zou je minder grote schommelingen verwachten. Daar zit ook een bepaald optimum in, denk ik. Maar als je kijkt naar de kleine systemen, zeker op één huishouden, dan is dat wisselend aanbod van afvalwater toch wel een uitdaging. Want het afvalwater dat van mijn huis komt, is anders dan het afvalwater dat van mijn buurman komt en anders dan het afvalwater dat van u komt. En dat wisselend aanbod, ja, daar moeten die systemen allemaal mee omgaan. En die moeten daarop afgesteld worden. Dat is één ding. Het tweede is ook, wat ik net zei, die variatie gedurende de dag of de variatie in de seizoenen. Dat is een uitdaging voor de beluchting. Dat zie je eerst terug in de stikstof, daarna ook in de organische stof. De onder- en de overbelasting, een tweede waar we dat ook wel terugzien, die uitdaging, is het uitspoelen van het slip, wat ik net zei. En als laatste is het lozingsgedrag. En bij decentrale systemen, korte leidingen, direct op het huis, wordt effect van lozingsgedrag heel snel duidelijk. Op het moment dat ik, als ik aangesloten ben op een groot rioolstelsel en ik loos iets wat eigenlijk niet mag, doekjes of stoffen die niet mogen, dan verval ik in de anonimiteit. Op het moment dat ik dat bij mijn eigen zuivering doe, dan zal de pomp daarin stuk slaan, vastslaan. Daar gaat de biologie om zeep. En dat is het direct gevolg van mijn eigen gedrag. En dat heeft een effect op het hele systeem en dus ook op het effluent dat wordt geloosd. Nou, hier ziet u een voorbeeld van effluent uit een monitoringsprogramma. En dit zijn allemaal actieve slipsystemen. En u kunt u voorstellen dat toen wij dat linker flesje hadden, dat we dachten, nou, daar is wat aan de hand. En toen hebben we dat een poosje laten staan. En dan ziet u hier eigenlijk ook het linker flesje. En dat blijkt dat daar slip zat, slipuitspoeling, vanwege een hydraulische overbelasting. En dat laat ook zien, ja, dat influent heeft wel degelijk effect op het effluent. Maar ook op het moment dat er zo'n monster wordt getrokken, iets verder kijken, wat is er aan de hand? En het geeft al heel veel aanwijzingen in wat daar zou kunnen spelen en dus ook wat oplossingen zijn. Tweede gevoeligheid, stroom. Het systeem is geregeld, wordt geregeld. Er zit heel vaak een PLC in, een aansturing met de beluchting. Als dat uitvalt, dan ligt het systeem plat. Dan krijgen de aerobe bacteriën die krijgen geen zuurstof. Nou, dat gaat voor een periode goed, maar daarna gaat het ook niet goed. Als dat te lang duurt, dan moet het systeem opnieuw opgestart worden. Je kan uitval hebben door bijvoorbeeld een schakelaar die omgaat in het huis. Een kortsluiting eventjes. Het kan ook zijn dat ongedierte kabels dooreet. Hebben we ook gezien in de praktijk. Of menselijk, waarbij iemand denkt, ik heb toch nog even de stekker nodig, of het stopcontact nodig, en die de stekker eruit trekt van de zuivering en vergeet hem weer opnieuw erin te doen. Gevolg is dat het systeem niet werkt en dat, ja, eigenlijk het afvalwater gewoon er doorheen loopt. Nou, dat is een aandachtspunt. Er zijn systemen die gaan dan bijvoorbeeld met een rood lampje aan als er een storing is, of de leverancier krijgt een melding. Dus daar zitten zeker ook oplossingen in. Die zijn er zeker, maar het zijn wel gevoeligheden. Een ander punt bij deze systemen is, ja, het slip bouwt op. Er is slipaangroei, dat bouwt op. Op een gegeven moment neemt de verblijftijd in de voorbezinker af, in de nabezinker. Je moet dan slip gaan spuien of er gaat slip spuien. Eigenlijk wil je dat in deze systemen afvoeren. Dat is een onderhoudspunt. Alleen, wanneer weet je wanneer je dat slip moet gaan afvoeren? Er zijn niet rode lampjes die dan in één keer zeggen, het is nu tijd om het slip af te voeren, terwijl de effluent kwaliteit nog goed is. Vaak omdat aan bod of tijdens een periodieke keuring of onderhoud, of bijvoorbeeld als er een storing is. Maar het is een aandachtspunt. En als laatste, wat ik net liet zien, de data die er is, ja, de nutriënten, dat is gewoon echt nog wel een aandachtspunt als we het hebben over verwijdering, over juist functioneren. Aan de ene kant de nitrificatie, denitrificatie in het regime, in het systeem. En aan de andere kant ook de fosfaatverwijdering. En als je het hebt over één kleine lozing, ergens helemaal achteraf, dan kunnen we met elkaar bespreken, is dat nodig? Op het moment dat je meer lozingen hebt in één gebied,
dan is dit zeker een relevant punt. Of als we bij kaderrichtlijn water om de hoek komen kijken. Beheersaspecten. Het beheer, daar gaan we denk ik straks ook nog iets verder op in door andere sprekers. Dus ik ga hier kort doorheen. Het is niet een systeem, of deze systemen zijn geen... het behoeft aandacht. En het betekent dus ook dat als hij wordt geïnstalleerd, dat de opstart aandacht behoeft. De activiteit, die moet ingroeien. En dat vraagt monitoring. Dat vraagt af en toe monsen nemen, kijken hoe doet hij het. Dan moeten we de beluchting op instellen, op aanstellen, op aanpassen. Het moet goed ingeregeld worden. En dat wordt, is mijn mening af en toe, iets te snel overheen gestapt. Want het kost wel tijd en met name bij de leverancier vraagt dat toch wel een investering die de bewoner dan zou moeten betalen. Maar we zien wel dat de systemen ingeregeld moeten worden. Tweede punt is, staat hij aan of niet? Wat ik net zei, de voorbeelden. Gaat er een rood lampje branden? Gaat er een signaal richting de leverancier? Wordt dat ook opgepikt? Of is daar een communicatiestoring halverwege? Maar staat hij aan? En als hij aanstaat, werkt hij dan ook wel? Zijn de pompen goed in bedrijf? Doet de beluchting het nog wel? Of is dat ook allemaal uit? Slipafvoer heb ik al een paar keer genoemd. Dat moet gebeuren. En als laatste ook de effluent kwaliteit. Zuivert het systeem het water dusdanig dat het ook geloosd mag worden? Dan is de vraag, hoe duurzaam is dat nou? En de vraag, hoe duurzaam is iets? Dat is eigenlijk een vraag waar geen eenduidig antwoord op is. Want er is altijd een argument voor te verzinnen. Of dat is wel te maken. Als we kijken naar duurzaamheid in deze systemen, dan kun je dat zeggen, ja, tegenover landgebruik. Ze zijn wat kleiner, ze hebben iets hoger energieverbruik. Is dat erg? Dat hoeft niet per se erg te zijn als de oorsprong van het energieverbruik groen is. Bijvoorbeeld, dus zo kunnen we hem ronddraaien. We hebben wel een aantal onderwerpen waarop ingaan. Ja, het energieverbruik, dat is sterk afhankelijk van de noodzaak voor de beluchting. Hoeveel beluchting, maar ook zit er een membraan in. Het type systeem, is dat slip op drager, is dat alleen actief slip? Hangt ook heel erg af van de influent samenstelling, die ook nog kan wijzigen. Dus daarin zal wat aanpassing moeten gebeuren. Maar ja, de systemen vragen energie. Chemicaliënverwijdering. Je zou het liefst zonder chemicaliën zo'n systeem willen bedrijven. Dat zou het allermooist zijn. Alleen wat we nu zien met deze systemen op deze schaal, is dat nog wel nodig om zeker fosfaat te verwijderen. Voor de pH, het wordt niet veel toegepast, maar het zou kunnen dat het wel nodig is. Nou, dat zou je liever niet willen. De systemen, ze lenen zich voor het verwijderen van microverontreinigingen en pathogenen. Die nazuiveringstappen, die worden zeker bij de systemen op één huishouden eigenlijk niet toegepast. Wel bij de wat grotere systemen, de collectieve systemen worden ze wel toegepast, maar bij de kleine systemen nog niet. En dat heeft niet mee te maken dat de technologie er niet is of niet ontwikkeld kan worden, maar dat heeft puur ook te maken met de kosten en een stukje technologische complexiteit. Bij een onderhoud, dat vraagt uren van mensen. Dat is ook indirect een kostenpost hierin. Ik weet dat er zijn pakketten dat iemand jaarlijks langskomt voor de keuring. Net als met de cv-ketel wordt ook de IBA nagelopen. Een visuele inspectie. Er wordt even alles nagelopen en schoongemaakt. Eventueel vervangen. Daar zijn die pakketten voor. Je kunt het als bewoner, zou je het ook zelf kunnen doen. Net zoals je dat met je eigen ketel doet. Dat is een eigen afweging. Te maken dat hangt ook af van hoe technisch je daarin bent en wat je wil. De kosten. Ja, de systemen kosten geld. En ook daarin is een enorme bandbreedte. Je hebt ze van een paar duizend euro, van 5000 euro tot aan 10.000, 15.000 euro. En daarin verschilt en de situatie en de lozingseis, maar ook welke leverancier of welk type. Is dat een zelfbouwsysteem of is het iets dat aangelegd wordt? Kom ik bij het laatste stuk, de innovaties en de ontwikkelingen.
Eigenlijk wat we de laatste tijd zien is de steeds grotere rol of de invloed van dat influent. En dat was er altijd wel, maar dat is vooral door de metingen en de inzichten en de monitoring. En bijvoorbeeld het waterlab in Flevoland van afgelopen jaren heeft daar ook echt aan bijgedragen. De impact van het influent en dan de influent samenstelling en de hoeveelheid. En daar is iets ook ontwikkeling. Ja, hoe kunnen we nou daarmee omgaan? Wat zijn daar nou oplossingen voor? Is dat bijvoorbeeld een buffering? Of er wordt gekeken naar andere systemen, wat robuustere systemen, een slip-op-dragen systeem dat dan toegepast wordt. Een tweede ontwikkelpunt is andere of verbeterde aansturing van de beluchting. Daar wordt meer gewerkt met sensoren. Die kijken bijvoorbeeld naar het debiet, naar de waterhoogte in tanks. Die kijken naar het opgelost zuurstof van het water, die kijken naar de pH. En daarmee regelen zij de beluchting. En dat is niet meer simpel met een timer aan-uit, maar dat is wat geavanceerder of veel geavanceerder. En dat betekent dat die kleine systemen, dat wordt al gedaan op de grote RWZT's en die kleine systemen die volgen dat. Verbeterde fosfaatverwijdering. Daar wordt wel aan gewerkt. U ziet hier een voorbeeld van een systeem, een actief slip, een Vitacube met een bekken voor fosfaatverwijdering. Dus dat is eigenlijk een nazuivering om het fosfaat verder te verwijderen. En we zien ook dat dat echt effect heeft op het fosfaat in het effluent. Maar we zien ook dat die systemen niet overal worden toegepast. En een van de ontwikkelpunten, ik heb er een vraagteken bij gezet, is bijvoorbeeld de BOP op de zuivering. Bij die kleine zuiveringen zien we dat eigenlijk er niet in zit. Microverontreinigingen, pathogenen, nazuiving met membranen, zie je hier installatie. Ja, daar wordt mee gepilot, daar wordt mee getest. Er zijn installaties die hebben bijvoorbeeld een nazuivering met membranen of actief kool, UV, om deze stoffen te verwijderen. Er zijn ook systemen geweest met een hele fietenfilter. Daarbij was het hele fietenfilter aangelegd om het nitraat te verwijderen. Alleen, dan kom je wel bij het punt, er zit nitraat in, maar de koolstof is eruit gehaald. Dus dan heb je weer een koolstofbron nodig voor je denitrificatie. Dan nog schaal. En dat is de laatste ontwikkeling waar ik op inga. We zien dat er een beweging is naar wat grotere systemen. Dus eerder waren de IBA's vooral één huishoud, individueel, behandeling van afvalwater. En dat gaat meer naar CBA's, collectieve behandeling van afvalwater. Dus dan heb je het over 50, 100, enkele 100 huishoudens waarvan het afvalwater met een dergelijk systeem wordt gezuiverd. En dat is nog een schaal die is wat kleiner dan de conventionele RWZI's. Je hebt dan stabieler influent en ook lagere kosten per IE. En dan wordt aansturing met sensoring en andere monitoring, verdere nazuivering, kostentechnisch interessanter. Er zit een uitdaging bij de kleinere systemen om vanwege de technologische complexiteit die er speelt en de kosten. Dus de willingness to pay of wat eigenlijk iemand zou willen betalen voor zijn of haar IBA. Dat heeft altijd effect op hoe ver een leverancier kan gaan innoveren of technologische hoogstandjes kan gaan aanbieden om dat water verder gaan te zuiveren of te monitoren. En dat is volgens mij een van de grote uitdagingen, maar daar zullen we straks wellicht op ingaan. Een van de grote uitdagingen bij deze systemen en individuele huishoudens. Een andere innovatie en ontwikkeling, ik heb hem ook al genoemd, de Hydroloop. Dat is ook een compact actief slipsysteem. En dat wordt juist gemaakt voor individuele huishoudens, maar dan voor een heel specifieke stroom, douchewater, met eventueel wasmachinewater. En heel specifiek daarvoor worden dan weer kleine systemen ontwikkeld om binnen een huishouden water te kunnen gaan circuleren. De verwachting is dat ook hier komende tijd meer systemen, andere innovaties zullen optreden. Dat was hem. Dat was mijn inleiding in verschillende actief slipsystemen, verschillende soorten systemen. De praktijkdata die we daarin zien, ervaringen. Ik heb een aantal onderwerpen uitgelicht en daar kort bij stilgestaan. Bij beheersaspecten bijvoorbeeld, bij innovaties en ontwikkelingen. We gaan weer terug naar jou, Jules. Goed zo, dankjewel Timon voor deze uiteenzetting over de achtergronden, de mogelijkheden, maar ook toekomstige ontwikkelingen die nog ons te wachten staan op het gebied van de decentrale compacte zuiveringseenheden. Ik zou je willen vragen om zitting te nemen aan deze tafel. Dan wil ik ook vragen onze andere tafelgasten om hier plaats te nemen.
En met deze tafelgasten gaan we dadelijk 3 thema's bewerken. We houden het verhaal van Timon natuurlijk in ons achterhoofd. De thema's die we gaan behandelen is aanleg, beheer en behoud. Gebruikservaringen en aanbevelingen voor de toekomst, zoals monitoring en andere dingen die we net hebben gehoord. Ik zal jullie eerst even voorstellen. Timon hebben we net al gehad als directeur Lief en senior advisor Nieuwe Sanitatie. We zijn zeer verheugd aan onze tafel te hebben Ton Koekoek. Ton is directeur-eigenaar Akanova, als ik het goed uitspreek, en leverancier van compactsystemen. We hebben naast mij aan mijn linkerhand hebben Henk Langeler. Henk is toezichthouder bij waterschap Vechtstromen en heeft jarenlange ervaring met IBA-systemen. En we hebben aan onze tafel Paul Kemp, adviseur STOA. En Paul is betrokken bij de SANI-monitor en het monitorprogramma Debit 2030. En die SANI-monitor die heeft net ook Timon al een paar keer laten vallen. Wat het is, ik heb er nog niet zo heel vaak op geklikt. En ik weet niet precies wat het is. Maar gelukkig hebben we Paul hier aan tafel. Die kan dus even heel kort uitleggen. Wat is het eigenlijk en wat kunnen we ermee? Ik ben die klikker vergeten. Als je de klikker haalt, ja. Dan... de SANI Monitor is een website. En op die website proberen we van de waterschappen en andere partijen zoveel mogelijk data bij elkaar te verzamelen van decentrale systemen. We hebben daar nou in totaal meer dan 400 projecten op staan. Dat zijn er best wel veel. 1/4 daarvan is ongeveer de IBA compact systemen. En wat je vaak ziet bij het vergaren van kennis, is dat je eigenlijk alleen maar meer vragen krijgt. Dus wij zien van die ontzettend veel projecten die erop hebben staan, dat we eigenlijk alleen maar meer behoefte hebben om nog meer dingen te weten. Dus ook vragen aan alle waterschappen, gemeentes misschien ook, vul zoveel mogelijk data in. Kijk op die website, vul data in. En wat we daarin kunnen vinden, dat zijn dus de meetgegevens van decentrale systemen, hoe ze lozen, hoe ze presteren. Maar we zien voornamelijk dat bij alle vooral oudere systemen, maar ook in kleinere projecten of huidige projecten, dat vooral het effluent wordt weergegeven. Dus iedereen vult het effluent in, dat wordt makkelijk gemeten, dat is makkelijk te bemonsteren. Maar we missen dus informatie over het rendement. Hoe presteert een zuivering op zichzelf als het ook vuil wordt belast? En je hebt er een grote piek in of wat dan ook. En we missen informatie over microverontreinigingen. Dus er ontbreekt ook nog ontzettend veel in die systemen. We kunnen niet goed zien of beheer een direct effect heeft of niet. Niet grootschalig, wel op individuele projecten. Maar we kunnen dus wel zien, en dat zal ik zo meteen heel kort over met een voorbeeldje toelichten, dat over het algemeen de losse projecten, als je bij individuen langs gaat, je gaat bij particulieren langs en die hebben daar ergens op een boerderij een mooie septic tank staan, in IBA compact systeem, sorry, excuus. dan over het algemeen voldoen die voor de stikstof en de fosfornormen, voldoen die net niet of gewoon niet. En als waterschapper is dat natuurlijk voor mij het allerbelangrijkste, is de eutrofiering van het wateren. Dat geeft nog wel wat problemen, maar even side note erbij. Er zijn ook wel heel veel systemen die het wel doen. Wij hebben niet genoeg informatie erover beschikbaar om te zeggen waarom sommige lokale IBA's het wel doen of niet. Maar ik kan wel een voorbeeldje geven en dan klik ik hem heel even door. Ik kijk naar links, voor mij, ik weet niet of andere mensen naar... dit zijn 2 voorbeelden. Eén voorbeeld, dat is een locatie in Flevoland. Dat zijn alle blauwe stipjes die je van links tot rechts kan zien. En dat is over een langere periode is dat bijgehouden en gemonitord. Dat is een project geweest waar ze echt ontworpen hebben om het te monitoren, te kijken hoe dat loopt. Dat waren 38 huishoudens of 36 huishoudens bij elkaar. En daar is echt constant gemonitord, constant bijgehouden. Wat zijn we aan het doen? Hoe presteert het? En dan kan je zien dat over het algemeen voor de fosfor- en de stikstofnormen het bijna altijd wel voldoet. Maar in begin 2023 waren er wat uitschieters. Af en toe deed hij het dan niet. Maar dan is het dus bijgehouden van waarom deed het dan niet en hoe kan je dat dan aanpassen? En dus als vergelijking daarvoor heb ik een ander project van ergens in Noord-Nederland, waarin ze het buitengebied hebben gekeken naar allemaal lokale zuiveringetjes, allemaal IBA's ter plekke. En daar hebben ze gewoon wat data bij elkaar verzameld. Dat waren 30 locaties. Die hebben ze ongeveer 2-3 keer gemonsterd per locatie.
En daar kan je zien dat als je daar een keertje alleen het effluent komt meten, dat dan de gemiddelde waardes daarvan vaak niet voldoen. Het merendeel voldoet niet, misschien net wel. Maar er zitten ook veel projecten in die het wel voldoen. Dus daar is niet genoeg informatie beschikbaar om te zeggen waarom ze het niet voldoen. Dus we kunnen beantwoorden, gemiddeld voldoen ze het niet. Maar waarom sommigen het gemiddeld wel voldoen, dat is heel moeilijk om antwoord op te geven. Dus nogmaals, alsjeblieft, vul zoveel mogelijk data in. Hoe meer we hebben, hoe meer antwoord we kunnen geven op vragen. Ik heb er een klein vraagje over, Paul. Want uiteraard zei Tim in zijn verhaal ook, de temperatuur heeft geen invloed, maar ik zie wel een piek in de winter. En die andere club en puntjes, ze zijn ook allemaal in de winter. Is er dan toch geen correlatie of is dat... Jij ziet een piek in de winter. Ik zie hem Januari 23. Ja, ik zie hem zelf niet zozeer terug. Want als je kijkt naar juli 20, januari 21, dat is gewoon een constante stroom. Ik zie daar in, je zegt januari 23, maar je ziet hem ook al tussen juli en januari in. Ik weet niet of dat... Ik zie daar niet een correlatie met de temperatuur. Zie daar een storing, een probleem. Nog even een klein vraagje. Maar in het algemeen, de data die worden aangeleverd voor de SANI-monitor, dat zijn data die eigenlijk onafhankelijke van degene die de IBA bedrijven? Of zijn het ook de beheerders van de IBA die data aanleveren? Ja, op het moment zijn het voornamelijk de waterschappen die daar data in invullen. We hebben het project opgezet, ook voor de waterschappen, om kennis te vergaren met z'n allen. En we zijn ook bij het Debit 2030-programma bezig geweest om waterschappen aan te sporen hier data op in te vullen. En sommige zijn in beheer van de waterschappen natuurlijk, maar de meeste dat zijn van de kleinere locaties vooral. Dat zijn locaties waarin de waterschappen zijn gaan controleren bij IBA's in het buitengebied. Helder verhaal. Oké, dankjewel. Voordat wij naar de thema's gaan, ik kijk niet voor niks even op mijn telefoon, want zo ben ik opgevoed om dat niet in gezelschap te doen, maar ik doe nou toch, want hier staan de chatvragen op die ik nu toegespeeld krijg. We hebben een aantal chatvragen die we gaan behandelen alvorens naar de thema's gaan. De eerste is van een kritische toehoorder, die verschillende van ons misschien wel kennen, van Ruud Kamp. Bedankt Ruud voor je vraag. De zuiveringsresultaten vallen toch wel erg tegen, Timen. Zeker afgezet tegen simpele oxidatiesloten die best wel compact te bouwen zijn. De BOD 2, 3 en 4 ammonium minder dan 1 en dan nog een 5 erachter voor biologische filtratie. Moeten we hier wel mee doorgaan? Is daar een antwoord op? Ja, dat is natuurlijk. Kijk, Ruud die zou heel graag horen, denk ik. Nee, daar moeten we niet mee doorgaan. We moeten allemaal doorgaan met oxidatiesloten en de waterharmonica. En ik ben daar niet zo stellig in, want wat Paul ook al zei, ja, en dat hebben wij ook gezien. Er zijn zeker systemen die dat heel goed, die heel goed werken. En dan zijn ze compact. En volgens mij is het ook niet een of-of of een tegen-tegen. De natuurlijke systemen die hebben zeker hun plek en die kunnen ook heel goed werken. We hebben ook natuurlijke systemen gezien die ook niet zo goed werken. Dus het is niet dat het één per se altijd beter is dan het ander. Daarin is vaak juist de afweging, hoeveel ruimte heb ik? En wat zijn de andere afwegingscriteria om voor het één of voor het ander of voor een combinatie te gaan? En ik wil ook nog even één aanvulling maken op de data die we lieten zien, ook in de SANI-monitor. Dat is dat daar wellicht ook data in kan zitten van klasse 2 systemen. Of 3A. En dat zijn systemen die niet per se zijn ontworpen op de stikstofverwijdering en of fosfaatverwijdering. Maar die data is wel in de SANI-monitor gezet als een technisch systeem. Dus dat is ook wel een verzoek dat op het moment dat data wordt toegevoegd, om dat ook even aan te geven. Want we kunnen niet van een systeem verwachten dat die stikstof gaat verwijderen als die daar niet voor ontworpen is. Dus er zit ook nog wel een interpretatiestukje in bij de data in de SANI-monitor. Ja, en ik zag in jouw verhaal ook bij sommige systemen die zijn puur uitgericht. Oké, we oxideren alleen ammonium. Ja. En andere zijn erop uitgericht. Oké, we hebben nog een anoxische stap erin zitten. Dus als dit moet gewoon bij het ontwerp helder zijn, anders dan kun je meten wat je wil natuurlijk. Ja, een helder verhaal. We hadden net heel even over temperatuurfluctuaties. Daar is ook een chatvraag over, maar misschien kun jij er ook even op reageren. Dus op de SANI-wijzer is temperatuurfluctuatie. Op de SANI-wijzer is er temperatuurfluctuatie in het systeem. En dan is dan natuurlijk de vraag van hoe is dan te verklaren dat het geen invloed heeft op de effluentkwaliteit. Nou, een deel heb je al gezegd, er zit een temperatuurbuffer in. Moeten we nog ergens anders aan denken?
Want in de winter kan het koud zijn. Het kan in de winter koud zijn. Het kan ook heel veel regenen in de winter. Dus dat er hemelwater in systemen komt. Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn. En dan is het niet per se, dan ligt het niet per se in de temperatuur, maar aan de neerslag die dan invalt. Mm-hmm. Het kan ook gewoon botte pech zijn dat het systeem dan niet werkt. De stelling, dus temperatuur, we zien het niet, dus er is geen invloed. En dat geldt voor alle systemen. Ja, daarvoor zeg ik, zo stellig zou ik hem zeker niet zeggen. Er zal zeker her en der invloed zijn. En bij bepaalde systemen zou je dat zeker terug kunnen zien. Alleen als je die correlaties en dat helemaal op die manier tegenover elkaar gaat zetten en daar een, je zo haast statistische analyse op loslaat, dan zien wij het niet. Oké. Het kan best zijn als er eentje ontworpen is die toch net wat gevoeliger is voor die temperatuurfluctuaties. Het zijn biologische... Dan zie je dat in de Sani-wijze natuurlijk terug. Helder. Dan hebben we nog een laatste chatvraag. Misschien komen we er later nog een keertje op, zeker met Ton aan tafel. Zijn de kosten niet behoorlijk hoog? Ik betaal €209 aan zuiveringsheffing per jaar. Ja. Dus de prijs is tot 100 jaar gezinsheffing en dan nog variabele kosten. Is dat, ik kan er wel even op reageren en dan kan natuurlijk Ton er ook op reageren. Wat wil je? Nou ja, begin, het is nog naar aanleiding van jouw verhaal. Dus oké, nou dan mag doe ik je als een voorzet. Verdedigen. in die zin, het is een verdediging of gewoon een uiteenzetting van volgens mij gedachten. Dat klopt, als je kijkt naar rioolheffing en je zou zo'n systeem moeten kopen en dan kijk je naar de afschrijvingstermijnen, dan kun je zeggen, ja, dan ben je duurder uit met zo'n systeem. Tegelijkertijd, als we kijken naar de rioolheffing, dan zit daar stedelijk gebied in en het buitengebied. En we zien ook dat de kosten van aansluiting in het buitengebied een x-aantal keer hoger zijn dan de rioolheffing. Dus op het moment dat iemand in het buitengebied woont, ja, dan zou een aansluiting zomaar 7, 8, 9, misschien wel €1000 of meer kunnen kosten. Alleen vanuit het gelijkwaardigheidsprincipe of de solidariteit worden alle kosten op één hoop gegooid en betaalt iedereen hetzelfde rioolrecht. Dus de strekking daarin is, ja, als u in stedelijk gebied woont, betaalt u eigenlijk mee aan de lasten of de kosten van de persoon die in het buitengebied woont. En het is vaak degene die in het buitengebied woont, die een individuele zuivering heeft. Ja, dat is een helder verhaal. Ton, heb je iets aan toe te voegen? Nou, weinig. Ik vind het best wel meevallen eigenlijk, die kosten, als ik het zo hoor, 209. Nou, ik heb vernomen, meestal zijn de getallen in mijn hoofd van als een persleiding naar een boerderij moet aanleggen, dan kost het €1 miljoen per kilometer. Ja. Dus wat is dan goedkoop, hè? Ja, wat is goedkoop. En wat is duur. Nou, dat is heel goed. Nou, dat, in feite hiermee komen we bij de thema-onderwerpen die we graag met jullie willen doornemen. En het eerste thema, we blijven even bij jou, Ton, dat is aanleg, beheer en onderhoud. Kun je kort aangeven wat voor bedrijf Akanova is? Ja, je bent, ik weet niet hoe lang je ervaring hebt met het bedrijf. En wat jouw belangrijkste reden is voor een particulier of een bedrijf om te kiezen voor een actief slipinstallatie. Dus hoe lang is Akanova actief in de markt, zeg maar? Ik weet het niet precies, maar ik ben het denk ik een jaar of 26 geleden begonnen. 26? Zoiets. Er is behoorlijke expertise opgebouwd. Ja, ja, ik denk het. Ja. Maar wij zijn helemaal actief met decentrale zuivering. We zijn daar fabrikant van. En decentrale zuivering is bij ons vanaf één woning tot op dit moment zelfs de grootste 800. Dus dat is best stevig. Mm. Steeds meer met de focus op circulair water maken. Dus het afvalwater weer zo goed behandelen dat je het veilig kan hergebruiken. Niet als drinkwater, maar als spoelwater voor je toilet bijvoorbeeld. En daar begeven we ons helemaal in. Mm. Nou, waarom een actief slipsysteem? Dat heeft Tiemen eigenlijk al best wel uit de doeken gedaan, de verschillen tussen de slipsystemen. Slipopdrager heb ik vroeger aan gedacht als achtervang voor de campingsituaties bijvoorbeeld. Dus voor belastingen in de winter nul, in de zomer heel veel en alles ertussen. Dat is een technologie die werkt. Alleen wij hebben met een pilot in Duitsland gewerkt en dan merk je eigenlijk dat de slipopdrager en het echt actief slipsysteem weinig verschil opleveren. Maar een actief slipsysteem is heel
makkelijker te bouwen dan een slip op drager. Het is ook makkelijk aan te sturen. En onderhoud, beheer? Is op zich ook makkelijk, omdat je geen vaste componenten of vastgemonteerde componenten hebt, buiten dan alleen maar een airlift systeem om je water te verpompen of je slipretour te bewegen. Kijk, en met een slip op drager systeem heb je een heel massief pakket erin zitten. Dus minder toegankelijk. En wat Tiemen ook al zei, je moet dat ook open houden. Die honingraatstructuur, die moet open blijven voor beluchting. Dat vraagt dus veel meer. En het heeft met een actief slipsysteem in suspensie heb je dat niet. Ja, daarom onze keus voor actief slip. En als je nou, als ik die twee even samenvat, actief slip en ook slip op drager, dat zijn de compacte zuiveringen die net zijn uitgelicht. Wanneer kies ik nou als particulier of bedrijf van te zeggen, ik ga geen aansluiting doen, maar ik kies hiervoor. Wat maakt voor mij die keuze? Ik merk steeds meer een trend bij mensen van ik wil eigen baas zijn. Ik wil niet afhankelijk zijn van de gemeente of van die of van een ander. Ik wil zelf mijn water zuiveren. En wat wij ook wel heel horen in de markt als we op bezoek komen voor onderhoud, dat mensen echt wel blij zijn met zo'n systeem. Die zeggen dan ook van ik kan nu eindelijk eens een keer bij mijn sloot zitten zonder dat ik in de stank zit. Dat zijn natuurlijk hele leuke opmerkingen die we graag horen. We horen ook wel opmerkingen van mensen, waarom is het nou zo nodig? We doen het al 50 jaar zo. Maar 50 jaar geleden ging je ook niet elke dag in bad. En had je ook niet de wasmachine elke dag draaien, ook geen vaatwasser. Dus de situatie is ook veranderd. Okay. Maar ik merk wel een trend dat mensen zelf daar veel meer grip op willen hebben. Meer invloed op hun eigen leefomgeving. Ja. En als ze dan de keuze moeten maken van, de vorige keer hebben we het gehad over hele fietenfilters, waarbij je geen stekker nodig hebt. En hier heb je wel een stekker nodig en onderhoud nodig, meer intensiever. Dus je vraagt toch meer betrokkenheid. Ja. Zie je dat ook nog, dat mensen die afweging maken? Of? Je komt bij mensen tegen dat ze het groene imago van het hele fietenfilter aanspreekt. Hm. Het neemt wel veel ruimte in. En dat voordeel heb je met een actief slipsysteem ondergronds. Het enige wat je ziet is een besturingskast. En je ziet je putdeksel. Eigenlijk doe je wel hetzelfde, alleen in geconcentreerde vorm in een compacte tank. Het is ook een biologisch systeem. Ja, dus je houdt je ruimte, oppervlakte, die houdt. Nou ja, daar kun je een moestuin maken bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan kunnen wij ook nog even wat aardbeien proeven als we onderhoud doen. Oké. Nou ja, helder. Nou, en je zei net, je hebt ervaring met kleine aantallen IE's en mm-hmm. tot een hele grote, je noemde net een getal van 800 zelfs. 800 woningen. Dat zijn behoorlijke verschillen. Ja. Als jij nou als leverancier, welke kentallen heb jij nou nodig? En wat zijn de randvoorwaarden die jij nodig hebt om zo'n compact systeem aan te bieden? Dat is ten eerste aantal gebruikers. Het karakter van de gebruikers, is het een recreatieachtige situatie of is het echt een woonsituatie? Samenstelling van het afvalwater indien bekend. Dat bepaalt uiteindelijk ook van wat heb je nu nodig aan zuivering. Dan ook het lozingspunt ten opzichte van oppervlaktewater of eventueel infiltratievoorziening. Wat is er dan mogelijk? En daar moet je wel rekening mee houden. En dat houdt ook, dat is wel interessant, infiltratie. Want toen ik het verhaal van Tiemen hoorde, dacht ik ook, je kan een zuivering gaan ontwerpen voor lozingen op oppervlaktewater, wat natuurlijk ontzettend kwetsbaar is. Ja. Of je ontwerpt een zuivering voor infiltratie en dan hangt het af, waar ben ik? Heb ik een zandgrond onder me? Hoe diep is het grondwater? Ja. Dat maakt het wel een beetje eenvoudiger, ook wat betreft je nutriëntenwaarde. Toch bezie ik ze allebei gelijk. Ja? Ja. Okay. Of het nou oppervlaktewaterlozing is of je weet het is een inbodemlozing. Dan gaan wij toch uit van de kwaliteit die wij op oppervlaktewater zouden willen doen. En hou je dan rekening met de winstmarge voor persoonlijk voor het project? Of hou je dan echt bezig met het milieurendement? Nee. Puur echt de beste zuivering. De best mogelijke zuivering, ja. Oké.
Dat, ik vind het niet te verkopen als je zegt van nou, het is toch maar een bodemlozing, dus ik draai de knop een beetje terug. Nee, maar goed, uiteraard is vroeger eens een keer de septic tank bedacht en toen, dat is een infiltratiesysteem, moet erachter komen, want anders heb je er niks aan. En in die bodem, die doet dan de rest. En als je een lage dichtheid hebt van mensen, je hebt maar een kleine stroom, dan zou dat best kunnen. Ja. Waarom niet? Nu is het wel zo met een infiltratiesysteem ook. Hoe beter die zuivering, hoe langer die infiltratie blijft werken. Dus de verontreiniging in je infiltratiesysteem kun je daarmee fors beperken. Ja. Maar ik vind gewoon, dat hoort gewoon bij mij, dat is mijn eergevoel van, het is een zuivering, dus hij moet zuiveren. Nou, dat is bewonderenswaardig. Ik heb een vraagje tussendoor stellen. Hou je dit ook periodiek bij? Monitor je dit ook en beheer je hem en meet je ook het effluent? Ik ben nou wel nieuwsgierig naar de prestatie ervan. Maar dat is wel onze drijfveer binnen Akenover wel. Van, wij kunnen natuurlijk niet van alle 1000 systemen per jaar continu onsjes nemen. Maar wij gaan wel... steekproefsgewijs denk van dat is een interessante locatie van daar hebben we de laatste keer dat en dat gedaan, hoe gaat die nu? Van wat gebeurt daar? Of we weten er is een bepaald idee van de opdrachtgever. Nou, daar spelen wij daarop in om te gaan kijken van oké, wat halen we eruit? En dat communiceren we dan ook met de opdrachtgever. Het is voor ons een stukje leerschool, maar het is ook mensen prikkelen van hey. Ja, ik dacht al dat hij het goed deed, want ik kijk regelmatig in de sloot en dat soort dingen. Dat ondersteunt ook de motivatie om er goed mee om te gaan. Maar ik ben altijd wel nieuwsgierig hoe bepaalde systemen in het veld blijven werken. Niet alleen de nieuwe, maar ook echt die van 20 jaar oud. En daar zitten echt frappante dingen bij. Ik denk van, hoe bestaat het, 20 jaar oud? Soms ook slecht onderhoud gehad, omdat mensen dachten van, dat is toch niet nodig. En ondanks dat... toch nog een mooie kwaliteit water. Maar goed, maar wij willen ook gewoon de lat hoger kunnen leggen. Dus je kan denken van oké, hij doet het technisch, er komt aardig schoon water uit. Maar ik vind dat wij veel verder moeten. Oké. Ik wou nog heel even naar het voorbeeld wat je net had van die Achtland IE. En je noemde net een camping, recreatieve voorzieningen. Die in de zomer natuurlijk een hele hoge belasting hebben en in de winter bijna nul. Ben je bij dergelijke systemen, jij werkt altijd met gemengde afvalwaterstromen of doe je ook nog een scheiding van zwartwaterstromen en douchewaters, bij campings bijvoorbeeld makkelijker is? Nee, het is bij ons altijd gemengd water. Altijd gemengd water. Ja. En richt je binnen jouw projecten ook wel eens op waterhergebruik? Of? Nou, steeds meer. Steeds meer. Omdat daar bij in ons logo ook circulair water staan. Dat is echt onze focus. Want het blijft vreemd dat drinkwater met heel veel energie en kosten wordt opgewekt. Het wordt over enorme afstanden getransporteerd. Het komt bij ons in de woning. Wij gebruiken het voor van alles en nog wat. We warmen het lekker op. We spoelen een glas om en we kiepen het zo weg. Komt uiteindelijk bij ons in een systeem. En wat doen wij? We steken er energie in om het mooi schoon te maken. En vervolgens gooien wij het ook de sloot in. En de enige die er blij mee zijn, zijn waarschijnlijk de vissen die lekker gaan zitten badderen, want aangenaam van temperatuur. En eigenlijk is het gewoon krom. Dus wij willen dat het water wat we zuiveren ook weer zo geschikt is voor veilig hergebruik. Ja. Want dan heb je die cirkel, circulair water heb je al mooi gesloten. En je bespaart aan de voorkant best wel een aardige hoeveelheid drinkwater. Ja, ja. Nou, als je naar de discussie... tegenwoordig kijkt in de maatschappij over de drinkwatervoorzieningen, dan is dat denk ik een goed streven om die richting op te gaan. Ja, misschien in het kader daarvan zou het misschien nog niet eens een raar idee zijn om al dat douchewater van zo'n camping maar eventjes apart te houden. Hè, want dan zit je wat eenvoudiger met je systeempje. Nou, dat kan natuurlijk, alleen je zit vaak in oudere situaties. Ja. En dan gaan die aanpassingen die kijk, een camping-eigenaar die gaat ook rekenen. Maar dat zou natuurlijk bij, als je gaat vernieuwen, dan is dat natuurlijk best een overweging. Zonder meer. Als jij nou voor de eerste keer bij zo'n project komt, je noemde net, hè, ik moet het wel even kennen, ik moet de context kennen, hè, is het een woonsituatie of een recreatieve, noem maar op.
Je moet dus snel een indruk kunnen maken om verder te kunnen gaan. Wat is voor jou een vuistregel? Is een vuistregel voor ontwerp? Kijken naar... Ten eerste naar de effluent-eisen, lozingseisen vanuit waterschap. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Maar ook naar de ambitie van de opdrachtgever. Als iemand zegt van ja, ik vind klas 2 eigenlijk wel voldoende. Dat neemt bij mij al een beetje animo weg. Mm-hmm. Want wij bouwen eigenlijk geen klas 2. En wij gaan altijd voor de oude klasse 3A. En wat betekent dat? Dat is klasse 3A is CS2, BC2, zwevende stof, stikstof totaal en ammonium. En 2? Dat is alleen maar CS2, BC2 en zwevende stof. Dat is altijd zo ver mogelijk. Ja, want denk van ja, je bouwt een zuivering. En waarom zou je dan dat niet gelijk goed doen? Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we kijken eerst naar de lozingseisen. En dan ook naar de ambitie van de gebruiker. Ja, want als je zegt, ja, het moet zo minimaal mogelijk, want ik vind dat duur zat. Ja, een beetje jammer. Mm-hmm. Maar wij merken we in de markt wel steeds meer dat opdrachtgevers daar kritischer op zijn. En zeggen, nou, we moeten ook verder kijken dan gisteren of vandaag. Kijk, ja. En dat is voor ons een goede uitdaging dan. En als je dan zo'n eigenaar iets mee wil geven waar hij rekening mee moet houden, kun je dat zo uit je mouw schudden van hoeveel kuub per IE of vierkante meter per IE, waar hou je rekening mee? Wij rekenen met IE natuurlijk gemiddeld 150 liter per inwoner per dag dat je gebruikt. Dan kijk je naar hoe is de samenstelling van het huishouden. Zijn er ook fluctuaties dat in het weekend bijvoorbeeld heel druk is en door de week minder. Je moet rekening houden met de pieken die je kan gaan verwachten, want dat bepaalt je buffercapaciteit. Want wij hebben een SBR-systeem. Nou, in een SBR-systeem, wat Timon ook al uitlegde, gebeurt alles in de reactor. Betekent als je buffer niet groot genoeg is, dan krijg je doorspoeling in je reactor en dan krijg je uitspoeling van slip naar oppervlaktewater. Dus je buffercapaciteit moet je goed berekenen. Dus je moet echt goed inventariseren van wat is hier aan de hand en wat zijn de wensen van de gebruiker. Ja. Nou, en daar maken wij dan het ontwerp op. Oké. Okay. Nou, helder. Even kijken, in jouw verhaal, ik zag veel voorbeelden van onder de grond. Ik zag alleen het putdeksel, zand erover, klaar. Natuurlijk, dat moet ook duurzaamheid, hè? Want je bouwt zo'n systeem. Wat is de afschrijvingstijd van zo'n systeem? Is dat, waar moet ik aan denken? De tank zelf, 50 jaar. 50 jaar? Ja. Dus het moet goed gebouwd zijn, precies. Corrosief, bestendig. Ja. En wat voor materialen maak jij normaal gebruik van? De kleinere systemen allemaal in PE. Die hebben dus ook een levensduur van 50 jaar. Die grondstof waar die tanks van gemaakt worden. PE, polyethyleen, is dat prefab? Nee, dat wordt echt rotatiegietproces. Okay. Dus dat wordt echt in zo'n mal gemaakt met warmte. En dat wordt met gekeurde grondstof gedaan. Mm. En die heeft gewoon een levensduur van 50 jaar. Daarnaast heb je daar componenten in die we bouwen uit polyprop en RVS. En we hebben sinds een aantal jaren ook beluchters die een levensduur hebben van 20 jaar. En dat is eigenlijk het eerste ding wat je dan gaat vervangen in een zuiveringssysteem. Daarnaast heb je je besturingskast waar een luchtblower in staat. Die kunnen vaak voorzien worden van een revisieset. Dus die hebben een levensduur van 20, 25 jaar. En tussentijds een revisieset nodig. Maar dat is dus eigenlijk betrekkelijk duurzaam. Besturingstechniek ontwikkelen wij op een levensduur van 20 jaar. Heeft ook een speciale coating. Alleen kom je vaak tegen dat de technologie het gaat winnen van de levensduur. Mm-hmm. Want het gaat best wel hard. Maar in principe, het kortste is eigenlijk 20 jaar. En het langste, laten we zeggen, 50. En wie doet dan beheer? Gaat er bij jullie dan een rood lampje als een 20 jaar voorbij is van deze moet vervangen worden? Of, hoe werkt dat? Dat zou ik heel graag willen, want dan heb ik daar grip op. Ja. Maar het zijn bijna altijd systemen in eigendom van de gemeente. En
wij weten nu gewoon een hele hoop projecten die 20 jaar geleden zijn geïnstalleerd. Nou, zou het ook eens tijd worden om te gaan renoveren? Ja, wat mij betreft, ja. En dan gaan jullie controleren. Jullie gaan controleren wat is de functionaliteit of wie doet dat beheer eigenlijk? Nou, wij doen dat in opdracht van de gemeente als wij zo'n project leveren. Ja. Dan wordt er vaak bij gezegd van je moet ook beheer en onderhoud doen. Nou, dan is het leuk, want dan heb je dat helemaal in de hand. Dat rapporteer je dus wel aan je opdrachtgever. Maar er zijn ook wel gemeentes die kopen dan, of die investeren in een dergelijk project. Maar dan gaat iemand anders gaat het onderhoud doen. Nou, dan raak je de visie en het overzicht raak je gewoon kwijt. Want wie doet er dan het onderhoud? De lokale kantonier of wie doet dat dan? Kan, of het waterschap zelf of, waterschap. Of een aannemer die ze lokaal... Ja, dat is jammer. Ja. Want er is gewoon expertise nodig. Het is niet simpelweg een filtertje vervangen. Maar het is echt zuiveringstechnologie. Dus maar, Henkie, je bent van de waterschap. Word jij daar vaak ook ingezet echt om bestaande individuele afvalwaterbehandeling te beheren? Als waterschap Vechtstromen beheren wij geen individuele zuivering. Oké. Okay. Nee. Wij hebben wel collega-waterschappen die wel beheer en onderhoud doen. Maar als Vechtstromen doen we dat niet. Dus het hangt een beetje af van waar je bent op dit moment. Oké. Nou, het beheer, hè, als je bekijkt in de afgelopen 20, 30 jaar is natuurlijk heel veel veranderd. Er is heel veel Internet of Things, online tools. Hebben dit soort beheersmogelijkheden nog, spelen die een rol eigenlijk? Of kunnen die een rol spelen als het nu nog niet zo is? Nou, voor ons wel. Want ik weet nog, bij een van de eerste projecten heb ik bij een adviseur wel eens de opmerking gemaakt. Van, het is toch wel vreemd, hè? We hebben systemen die moesten toen allemaal Kiwa gecertificeerd raken. Halen dat, vervolgens worden ze ergens bij een woning in de grond gezet. En daar kijkt niemand meer naar om. Dat is een beetje typisch. De opmerking was, ja, wat jij wil, er zit niemand op te wachten. Technologie is er niet en het is veel te kostbaar. Maar dat heeft mij nooit losgelaten. En wij volgen op dit moment elk systeem wat nu de deur uitgaat, hebben wij real-time in zicht op ons platform. Dus wij kunnen zien, is daar stroomuitval? We kunnen zien, is daar een high level of een low level? Ja. Dat soort basic informatie. Die wel bepaalt van, stroomuitval, dat betekent dus dat er geen beluchting loopt. Dan krijg je dus een ongecontroleerde lozing. Nou, dan kun je met die mensen contact nemen van, wij zien dat de stroom is uitgevallen. Ja. Nee, dan weten ze ook gelijk dat ze dat daarop toegezien wordt. Dus dat werkt vaak al heel goed. Maar high level, dat hebben mensen niet in de gaten. Maar als slootpijl te hoog staat, dan kan die niet vrij uitstromen. Dat betekent dus dat je hele systeem in de war gaat. Ja, soms kun je er niks aan doen, omdat het slootpeil gewoon te hoog is. Nou ja, afgelopen weken met waterval, dat zegt al genoeg. Hè? In Friesland, de gemeente Buitenpost, nou fantastisch. Brabant ook. Nou ja, maar dan staat je IBA dus onder water. Nou, dan kun je op dat moment niks doen. Maar je weet wel, zodra dat pijl weer gezakt is, dat je een hele hoop systemen hebt waar wel wat aandacht voor nodig is. En dus je kunt veel adequater reageren. Maar dat is dankzij de nieuwe technologie is dat veel beter mogelijk. Ja, en wij gebruiken dat ook. Nee, dat lijkt mij logische ontwikkeling. Steeds meer mogelijk wat dat betreft. Nou, ja. Qua sensoringen, qua meten. Ja. Ja. Van wat jij wil weten, dat je daar op kunt inspelen. Je noemde net een levensduur van 40 jaar. En is laat het ding daar. Wat gebeurt er na die 40 jaar dan? Zou er wel een nieuwe gaven? Dat zou kunnen, maar... Het zou ook best kunnen zijn dat die kunststoftank nog in prima conditie is. Ja. Dus dan kun je zeggen, oké, ik ga componenten vervangen. Maar zou je besluiten van, ja, maar het is inmiddels 40, 50 jaar verder. Dat ga ik niet meer meemaken, vrees ik. Maar dan is die technologie totaal veranderd waarschijnlijk. Nou, dan kan het zijn, oké, dan moet hij de grond uit, iets nieuws erin. Dan kun je die PA natuurlijk weer prima hergebruiken. Ja, en daar is eigenlijk... Is daar... Ontwerp en bouw, een beetje rekening mee houden, ook het circulaire denken in materialen. Dat je niet gaat afschrijven tot nul waarde, maar dat je dingen kunt gaan herkennen. Ja, je kunt van die PE, het is maaglijk PE geweest ooit, en die kun je gewoon weer gaan hergebruiken. Dat is met de polyprop en met RVS net zo. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja.
Ik heb nog een hamvraag. Wat kost dat nou? En dat betekent, wat zijn nou de aanlegkosten per IE? Wat zijn nou de beheerkosten van IE? Hè? Er werden wat genoemd, er werd ook op de chat wat op gereageerd. Kun jij wat kengetallen geven? Nou, als je gaat naar een voor één woning, zeg maar echt ook plaatsing, hè, dus ook installeren en in gebruikstelling. Ik denk dat je dan plusminus €2000 per IE moet rekenen. Mm-hmm. En voor beheer en onderhoud, ja, dan zal het rond de 200 zijn. Ja. Totaal dus 50 per IE. Oké. Okay. Nou, ja. Valt best mee, toch? Als je dat afzet tegen een persleiding die een paar kilometer lang is, dan tel uit je winst. Nou, dat dacht ik ook. En ja, dat probeer ik ook altijd te verkondigen, maar dat, ja, nee, dat maar werkt vaak niet altijd. Nee, want degene de klanten zeggen, ja, ik moet het betalen. Ja. Ja. Oké, okay, maar dat geeft een goede indicatie waar we mee rekenen. Maar dan praat je over een woning. Zou je naar clustering gaan, wat ook een trend is en wat ik ook wel kan stimuleren, want dan heb je veel meer robuustheid in het systeem. Maar dan gaan die investeringskosten natuurlijk per IE best wel omlaag. Ja, daar kan ik me ook wel voorstellen. Terwijl je dan toch nog ook meer technologie erin kwijt kan. Dat is ook nog het leuke. Ja. Nou is Nederland aardig dichtgetimmerd en we hebben heel wat investeringen gedaan, ook in reguleringen, noem maar op. Ben je ook actief in het buitenland nog met, als je over de grens gaat kijken, waar je nog meer rurale gebieden hebt, en zeker als je verder Europa ingaat, zeker naar Oost-Europa toe. Ja. Wij zijn actief in het Nederlands talig België, want dat versta ik nog. Ja, zo. Duitsland is op zich interessant, Frankrijk is interessant. Dat zijn enorme landen met verschrikkelijk veel percelen. Ja. Alleen dan kom je toch, een Duitser koopt liever van een Duitse fabrikant dan van een Nederlandse. En dat heb je in Frankrijk nog een beetje sterker. Ja. En in Nederland is dat te doen. Ja. Dat weet ik inmiddels heel erg goed. Er is meer dan genoeg. Ja. En anders moeten we maar vrouw Antje inzetten. Bijvoorbeeld. Ja. Met een blokje kaas onder de arm en dan een bier erbij. Oké, nee, hartelijk bedankt. Het heeft een beetje toch wat licht geschept in de wereld van de actief tipsystemen. En met name ook de aanleg, beheer, bouw en vanuit jouw perspectief en vanuit het bedrijf. Mm-hmm. Dank je wel hiervoor. Een belangrijk punt wat je ook aanstipte in jouw verhaal is, we gaan het gebruiken. Hoe beheer je het? We hebben het er net een beetje over gehad. En een ander aspect wat ik graag wil toelichten, maar dat wil ik graag met jou doen, dat zijn de gebruikerservaringen die er liggen. En ook dan kunnen we verschillende niveaus bezien vanuit de gebruiker zelf. Of zoals bij jou, vanuit het waterschap. Wat is de situatie bij jullie eigenlijk met dit soort systemen? Ik heb daar een plaatje van meegenomen hoe dat bij waterschap Vechtstromen is. Nog eentje verder. Kijk. Deze. In het meest linker plaatje zie je het werkgebied van waterschap Vechtstromen. En al die gekleurde bolletjes, met name de grijze, dat zijn alle IBA's in ons werkgebied. Wat Ton ook al aangaf, allemaal gevestigd in het buitengebied. En je ziet een enorme clustering op wat plekken bij ons. Waardoor IBA's bij ons in zijn totaliteit best wel merkbaar zijn om voor ons de kaderrichtlijn water te halen. Er heeft natuurlijk in de jaren 2000, 2010 zijn we vroeg ingestapt als waterschap om het buitengebied of te rioleren of zoals je ziet, een gemeente heeft gekozen voor aanleg van IBA's. En dat is allemaal in de jaren 2005 geweest dat gerealiseerd is. Nou ja, de vervolgstappen gaan we nu zien. We zijn zeker vanaf 2010, want toen ben ik bij het waterschap begonnen te werken, zijn we gestart met actief monitoren van IBA's. Van hoe doen ze het nu? En wij hebben ook een controleprogramma van IBA's. Het middelste plaatje heb ik nog even gepoogd te laten zien waar wij de IBA-compact systemen hebben liggen. Totaal praten we ongeveer over
1300 IBA's in ons totale werkgebied. De IBA-compactsystemen zijn er totaal zo'n 150. Zijn met name geconcentreerd in het zuidoostelijke deel. En we weten dat de gemeente Borger-Oordoorn in het noordelijke punt van ons gebied eigenlijk het buitengebied grotendeels heeft uitgerust met compactsystemen. Alleen het grootste deel daarvan ligt buiten ons werkgebied. Nou ja, dit is een plaatje van alle IBA's. Ik heb nog één plaatje meer. Dat even een vraag nog over deze IBA's. Hè. We hebben net verschillende systemen gehoord, van die alleen CZV verwijderen tot aan een vergaande zuivering van nutriënten. Het plaatje wat we hier zien, wat zijn dat voor type IBA? Zijn die uitgerust voor en CZV en nutriënten? Bij in ons beleid kwam destijds voor, het was of een IBA 1 of direct een IBA klasse 3. Dus gericht op verwijdering van nutriënten. Hm. Met name stikstof. Fosfor is als parameter niet direct meegenomen. Fosforijs is ook 6. Maar we zien wel dat bij goed functionerende compactsystemen die norm van 6 ook wel aangeraakt wordt. En dat was voor jullie ook om vergunning af te geven om de bouw? Het is niet vergunningplichtig, het is meldingsplichtig. Meldingsplichtig. Oh, okay. Ja. Dus wie in het buitengebied zit en niet kan worden gerioleerd, of op keuze of op, van de gemeente of op afstand, die mag gewoon een IBA-systeem aanleggen. En wij hebben destijds bepaald dat er rondom het zuidoostelijke deel wij een hogere waterkwaliteit vroegen en daar lag de verplichting om dan een IBA klasse 3 te nemen. En dan was de keuze bij de mensen zelf, werd dat een compact systeem of iets anders wat die lozingseisen haalden. Een stap verder. Nou, wat doen wij als toezicht en handhaving? Nou, we hebben IBA-klasses, compact systemen bedrijfsmatig. Dat zijn een aantal grote horecagelegenheden, met name in het buitengebied, die niet zo gereguleerd zijn. Die controleren we jaarlijks. De IBA-klasses, compactsystemen, maar ook helofytenfilters controleren wij eens per 5 jaar nu. Daarbij bemonsteren wij ze altijd. En als ze niet voldoen, krijgen de mensen een herstelperiode van een maand. En 3 maanden na die herstelperiode gaan wij opnieuw herbemonsteren. En deze bemonstering die je hier noemt, dat zijn grab monsters? Je neemt een monster. Altijd steekmonsters. Ja. En dan CZV, BZV, onopgeloste stoffen en totaal stikstof, dus ook ammonium eruit gepikt. Dus als zo'n, ze hebben het over de horecagelegenheden. Als ze toevallig een feestje hebben gehad en dan komt de volgende dag kom je aan, of hebben ze ook de mogelijkheid? Ja. Die mogelijkheid ligt er wel. Nee, die mogelijkheid ligt er niet. Nee. Oh, die ligt er niet. Jullie komen onverwacht. Wij komen altijd onverwacht en we nemen dat monster. En de horecagelegenheid, wij hebben gesprekken gevoerd met die mensen. Hoe moet het systeem eruit zitten? Die moeten ten alle tijde gewoon de kwaliteit leveren. En de meeste systemen bufferen ook, waardoor ze een constante kwaliteit leveren. En we zijn eigenlijk niet eens zo ontevreden over de kwaliteit van die grotere systemen. Okay. Ondanks dat je daar ook met vet te maken hebt, wat best wel eens een fors probleem kan zijn in een IBA. Ja. Nou, de IBA 1 systemen hebben we het hier niet over, maar die controleren we visueel. Nou, bij niet voldoen is het ledigen en eventueel de sloot opschonen. Nou ja, de hercontrole doen we daar simpel door een foto op te sturen dat ze het werkelijk uitgevoerd hebben. Om zo snel mogelijk te werken. Nou ja, wat ik zeg, wat is de opgave waarvoor we staan? Ja, dat is de kaderrichtlijn water. En een tweede opgave waar we in de compactsystemen voor staan is, ja, we benaderen de 20 jaar dat die systemen liggen. En er zijn gewoon er moet geld zijn om die dingen bij de mensen, om die dingen te gaan vervangen. Mm-hmm. En wat ik zie is dat de mensen weten, als ik een verwarmingsketel heb, die verslijt op de tijd, dus er moet geld voor reserveren, maar over een IBA-systeem wordt niet nagedacht. Dus dat is enorm balen als dat ding niet functioneert. En dan beginnen ze, ja, maar we willen riool, daar hebben we dat soort problemen niet. Ja, vervolgstap moeten ze toch naar de leverancier terug om dat ding weer up-to-date te krijgen en up-and-running te krijgen.
Nou, wat gaat de kaderrichtlijnen water doen? Ja, de puntlozingen, hè, die krijgen stringentere eisen voor N en P. Ja. En hoe zit het met het rurale gebied? Heb je er een getal bij? Waar moet zo'n IBA dan uiteindelijk doen? Leveren aan kwaliteit en meststoffen en N en P? Is dat al helder? Nee, waar zo'n individueel systeem voor staat, daar heb ik geen beeld bij. Wij controleren op dit moment eigenlijk op de normen die toen straks ook in de Sanimonitor, ja, zeg maar destijds waar ze bij Van Hal zijn gecertificeerd. Daar toetsen wij aan en daar controleren wij ze ook wel. Wij houden, ja, wel strikt die richtlijnen aan dat ze daaraan moeten voldoen. Oké. Okay. Nou, niet elke IBA die loopt lekker. Nee. En wat is nou eigenlijk het meest voorkomende probleem waar jij tegenaan loopt in jouw beheerstaak? Je kan hem opsplitsen in een aantal dingen. Als we erbij komen en het water is pikzwart, wat Tiemen ook toonde in zijn monster, nou dan is al de vraag of je de bemonstering door moet zetten. In sommige gevallen doen we dat. Want het geeft wel een richtlijn waar je in zoeken moet. Van is het alleen maar onopgeloste stoffen, wat het probleem is dat die niet op tijd geledigd is. Of werkt de beluchting überhaupt niet? Nou, daarvoor heb je natuurlijk je CSSV-BZP-parameter. En uiteindelijk je ammoniumparameter. Die geeft ook aan in hoeverre of een beluchting goed werkt. Dus je kan de mensen makkelijker sturen welke kant van onrood of ze op moeten. Nou, dan wat ik zeg is alleen het CZV-probleem. Overleg met je leverancier bij de compactsystemen van moeten we hem ledigen en hoe moeten we hem ledigen. Nou, dan is slipafvoer gewenst. Nou ja, wat we van het najaar hebben gezien is dat toch een aantal IBA's gewoon het water niet kwijt kunnen. Omdat de waterstanden in de sloten veel hoger waren dan dat überhaupt bedacht was waar die lozingspunten van de IBA zaten. Mm. Nou, dan heb je gewoon een probleem dat, ja, die IBA die versmeert gewoon, die werkt niet. En die moet echt helemaal opnieuw opgestart worden. En daar zal goed over nagedacht moeten worden van nou, hoe kunnen we die IBA's nog het water kwijt in dit soort tijden. Mm-hmm. Want het hele gebeuren loopt vast natuurlijk tot aan in de woning toe. Dus dat zijn geen leuke dingen. Dus ik weet van één IBA, daar konden we het überhaupt niet oplossen. Daar hebben we een pomppunt naast gelegd en die pompt actief af met de dompelpomp naar de sloot. Omdat die anders gewoon het water niet meer kwijt kon. Dus dat soort dingen kom je tegen. Nou ja, toen straks zeggen we, in het hele gebied is natuurlijk, hebben de gemeentes gezegd, daar rioleren we wel, daar rioleren we niet. Maar we moeten ook naar de mensen kijken. Van wil jij riolering? Of vind jij wat Ton net zei, ik wil wel zo'n zuiveringssysteem. En als mensen zeggen, ik wil wel zo'n zuiveringssysteem, kijken ze er ook beter naar om, van hoe functioneert dat ding nou? En wat is jouw ervaring? Wat willen mensen eigenlijk? Onze ervaring is, als wij komen en wij zeggen dat het niet goed is, dan willen de mensen het liefst terug naar riool. Of naar riool. Dat is de algemene trend, maar uiteindelijk krijgen we het meestal wel voor elkaar om die IBA na onderhoud van of Ton of een andere leverancier, ja, weer op de rij te krijgen. Ja. Nou, de meeste mensen willen natuurlijk ontzorgd worden, ja, liever geen sores in het hoofd. Het valt mij wel eens op in hoeverre mensen dan zelf niet in de gaten hebben als wij komen, we nemen monster en hij is echt hartstikke vies, dat mensen dan zelf niet gezien hebben dat hij dan vies is en al in veel eerdere instantie het bedrijf erbij gehaald heeft die het onderhoud verzorgt, waardoor wij zeg maar makkelijker kunnen handhaven. Mm-hmm. Nee, dat is helder. En daarbij, ja, wat we net ook zeiden, dan kijk, aansluitkosten van buitengebieden is vrij hoog en die kosten, ja, die liggen niet bij de individuele bewoner, hè, wel een stuk, maar het overgrote deel niet, hè, die miljoen per kilometer. Dat ligt bij de overheid, maar dat zijn weer twee verschillende dingen. Je hebt de persoonlijke behoeftes en capaciteit van de individuele bewoner en het maatschappelijk belang en de kosten die daarbij deel zitten. En dat is natuurlijk. Dat speelt enorm, maar als je ook kijkt naar huizenprijzen. Het gekste wat ik gezien heb is dat dat mensen huizen bouwen die richting een miljoen gaan qua kosten.
En dan in één keer krijgen ze geen riolering en dan willen ze praten over, goh, we willen wel een IBA, wat zijn de verschillen erin en wat kan er dan? En als je dan de prijsverschillen noemt, dan zeggen ze mensen, nou, dan neem ik wel een septic tank. En dat is het goedkoopste. En dan denk ik, in hemelsnaam, je hebt een huis van 1 miljoen staan, dan wil je toch ook iets doen aan de waterkwaliteit rondom de woning. Er ruimte zat om een systeem te brengen, dan ga je ook die stap zetten. Dus we zijn in Nederland in mijn optiek nog lang niet uitgedaan. We zien steeds meer woningen in het buitengebied komen. Wij horen van gemeentes dat drukriolering vol zit. Dus wij zien steeds meer woningen naar een individueel systeem geduwd worden. En als waterschap willen we liever grotere systemen hebben, omdat die ook naar lijkt stabieler zijn. Maar het is nu telkens in een gebied komen er weer her en der woningen tussen. Dus grotere systemen zijn ook niet zo heel makkelijk aan te leggen. Ja, of misschien moeten de leveranciers het toch een beetje sexier maken. Kijk, een huis van 1 miljoen kun je mee pronken bij de buren en bij de daar. Maar met een IBA, die ligt onder de grond, je ziet niks. Ja, toch kun je daar ook mee pronken. Ja, nee, dat klopt. Ja. Misschien kun je er nog een stapje in verzinnen. Maar... Ja. Even kijken, ja, de controles hè, in de praktijk, je hebt het net verteld hoe je dat periodiek nagaat, afhankelijk van de type IBA wat je hebt. De IBA's die hogere prestaties moeten leveren, die worden wat frequenter ook gemonitord. Maar dat heeft te maken met het feit dat die ook in het in een gebied liggen waar wij een hogere waterkwaliteit hebben. Ja, dus dat moet gewaarborgd worden. Dus vandaar dat die controlefrequentie... wat hoger ligt. Mm-hmm. Dus, nou is in de Green Deal, zowel binnen de Nederlandse Green Deal als in de Europese Green Deal, bijdragen van de watersector en de circulaire economie. Als we nou over IBA's hebben, misschien andere mensen kunnen mogen best inspringen hoor. Ja. Maar dragen die bij tot de circulaire economie? Wat voor fit ben je? Je kijkt, je lacht, je denkt... Kunnen ze bijdragen aan de circulaire economie? Nou, hoe dan? Misschien is dat wel een beetje de wetenschappelijke tik. Dat je denkt, ja, wat is dan de circulaire economie? En waar trek je dan? Dan ga je allerlei andere vragen eromheen bouwen. Maar wat Ton net heel mooi aangaf was... door te kijken naar het materiaalgebruik en de levensduur... kun je een systeem ontwerpen dat wel volledig of voor een groot deel gerecycled kan worden... of opnieuw gebruikt. Ik denk dat dat op een bepaalde manier eraan bijdraagt. Je kunt hem ook de redenatie opbouwen. Zeg van ja, op het moment dat ik een huis heb met zonnepanelen en we gaan toe naar slimme systemen en ik kan ook mijn IBA daarin fietsen, dat die aan of uit gaat op momenten dat dat slim werkt. Dat kan ook een bepaalde vorm van bijdrage zijn. Ja. Je kunt water gaan gebruiken, je gezuiverd afvalwater. Nou, dat noemde je net ook. Wat ook zijn nutriëntterugwinning kan ook op deze schaal. Ja, het is de theorie technisch mogelijk. Of je het in een woning in Nederland gaat bewerkstelligen, dat denk ik niet. Dat is maar een kleine hoeveelheid dan. Maar goed, dat kan wel, hè. We kunnen alles met technologie oplossen. Toch? Ja, ja, nee, dat klopt, dat is waar. Maar goed, het moet natuurlijk ook betaalbaar blijven. En zinvolle bijdrage leveren natuurlijk aan de... Ja. Maar zoiets als water, want jij noemde het net ook, hè? Misschien moet je daar wel nog meer aan denken van decentraal water hergebruik. Nou, het is niet alleen besparing op je drinkwater, maar het voorkomt ook verdroging. Nou, dat moet je nou niet zeggen, want het is nu moerassig. Mm-hmm. Maar over 2 of 3 weken hebben we misschien wel een droogteperiode. En dan helpt zo'n IBA toch om lokaal het water vast te houden. Mm-hmm. Met een riolering, dan wordt het kilometers verder weggepompt. Ja, en ja. Bij de RWZT, niks ten nadele van de RWZT, maar daar wordt het voor 30, 40, 50.000 mensen verwerkt. En uiteindelijk komt het in de Maas of de Rijn naar de Noordzee. En niet lokaal. Nee, ja, dat is helder. Zoveel mogelijk op de plek vast te houden. Maar ja, wat je net zei is natuurlijk wel een punt. Want het staat me bij een getal. Dat, normaal in Nederland regent het zo'n kleine 800 mm per jaar. En vorig jaar lag het een derde hoogte iets van 11 of 1115 mm. Ja. Ongelooflijke hoeveelheid meer. Ja. En ja, ik denk dat we dit jaar er ook weer naartoe gaan. Ja, en toch hadden we vorig jaar ook flinke droge periodes. Ja. Ja, maar het betekent wel dat een groter gedeelte van het jaar, zo'n IBA, als jij dat ook noemt, als zo'n IBA inundeert, dan doet hij het niet. Is dat niet iets dan ook iets om rekening te houden in een ontwerp van zo'n IBA? Absoluut. Dat we toch iets hoger dan het
maaiveld waar we nu aan denken moeten gaan. Ja, maar absoluut. Maar daarom moet je ook goed kijken van wat is mijn lozingspunt en wat zijn daar de condities en de mogelijkheden. Ja. En doe je dat niet, dan heb je dus kans dat je IBA onder water ligt. En het alternatief is dan een pomput erachter bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kan natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus. Zie je zoiets terug ook in een Sani-monitor, zo'n verdrinkende IBA? Niet in de data zelf natuurlijk. Nee. Maar we hebben wel projecten gezien bij het invullen waar je dan verhalen hoort tot je putje gewoon onder je lozingspunt onder water staat. En toevallig dan heeft mijn collega's die staan langs geweest en die hebben daar maar een stok neergezet voor een week later. Van daar moet het putje ongeveer zijn. En een week later komen we wel terug, want dat stond gewoon onder water. Dus dat kan je niet bemonsteren, kan je de data niet terugvinden. Ja, er komt bij dat wij natuurlijk bijvoorbeeld rondom Enschede is een relatief droog gebied. Maar stonden natuurlijk van najaar stonden water in sloten waar je normaliter dus bijna nooit geen water ziet. En daar water wel die compactsysteem op af. Dus, dus dat is wel een dingetje waar je even goed moet bezien. En het najaar en dit voorjaar werpt wel een ander licht op het lozingenpunt van de IBA. Ja. Dit maakt ook het bruggetje naar ons laatste thema, aanbevelingen voor de toekomst. Nou ja, dat is misschien één aanbeveling in de toekomst om het veranderende klimaat mee te nemen in een ontwerp wat toch prognose is dat het 20 tot 40 jaar moet blijven functioneren. In eerste instantie het monitoringsverhaal. Je hebt net wat jouw ervaringen genoemd. We hebben het heel even gehad over misschien digitale technieken. Hoe denken jullie daarover naar de toekomst toe? Ik wel even een slide laten zien. Wij hebben al onze systemen die nu de deur uitgaan. Dan druk ik de verkeerde knop zeker. Terug. PowerPoint-presentatie af. Even terug. Er wordt aan gewerkt. Even niet drukken, er wordt aan gewerkt. Wij hebben alle systemen die bij ons de deur uitgaan, die kunnen we real-time volgen op ons platform. En dat gaat bij de basic series eigenlijk heel simpel tot high-level, low-level. Dit is een scherm van het platform. Dan kun je dus per locatie kun je zien van wat speelt daar. We laten de status zien. We laten zien heeft die storing high level of low level of stroomuitval, communicatie verstoord. We kunnen ook het patroon zien van de gebruiker omtrent lozing. Dat staat hier niet in afgebeeld. Maar dan kunnen we zien van hoe vaak heeft hij een normaal bedrijf. En hoe vaak staat hij in lager bedrijf, dus meer rustperiodes. Dat geeft al een indicatie van is een systeem overbelast of onderbelast of draait je eigenlijk in hele mooie condities. En is dit zichtbaar voor jullie? Is het ook zichtbaar voor de bewoner? Die kan er ook op inloggen? Dit is zichtbaar voor ons en voor de opdrachtgever bij, dat zijn dan meestal gemeentes en waterschappen. Ah, oké, dus niet voor betreffende gebruiker. Ja, weet je, dan krijg je zo'n wildgroei aan inlogcodes. AGV heb je ook mee te maken. Maar het zou kunnen. We hebben ook een app, daar kunnen mensen wel zien van wat is mijn systeem nu aan het doen. Maar het is vooral voor onszelf om snel te kunnen anticiperen op een bepaalde situatie. Maar ook aan opdrachtgevers om te kunnen zien van hoe doen mijn systeem het nu. Ze zien alleen hun eigen systeem. Als een gemeente 100 IBA's heeft, dan zien ze alleen die 100. Mm. Maar dan kunnen ze wel kijken van, zie ik links in het veld ook één storing staan, ja of nee? Ja. Maar misschien levert het wel meer betrokkenheid op van de gebruikers, als die ook kunnen zien wat gebeurt ermee. Ik denk, iedereen zit op zijn app te kijken. Hoeveel zonne-energie heb ik nou weer gewonnen? Ja, dat klopt. Kijk, hoe goed dat mijn zuivering? Nou, en dat is wat we nou bijvoorbeeld met sensortechnologie doen. Dit is een voorbeeld van het effect van sensors in een IBA. Want wat ik zei, je ziet een half uur per jaar zie je zo'n IBA. Als je hem niet online hebt. En voor de rest weet je absoluut niet wat er gebeurt.
Nee. Nou, er zijn gewoon systemen, daar weet je, daar moet je wat meer aandacht aan kunnen geven. Nou, dat kan niet in een IBA-systeem, want dat hele regime is er niet. Dus dan kun je met sensortechnologie uitstekend uit de voeten. Nou, dit is een voorbeeld van een pH, wat Tiemen ook zei, daar kan verzuring optreden. Nou, je ziet hier een pH van 4. Nou, daar kun je er vergif op innemen. Die biologische zuivering die doet het echt niet. Mm-hmm. Dan zie je daarin, als je daar met sensortechnologie gaat werken en je laat direct ter plekke met algoritme dat systeem daarop anticiperen, dan zie je opeens dat die zich gaat settelen naar een fatsoenlijke pH, hier rond de 7. Maar je ziet ook het ammonium wat daar in de blauwe lijn staat, sky high in het begin. En uiteindelijk rond de 1, 2 milligram per liter uitkomt. En aardig stabiel. Nou, dat doen we niet alleen met deze parameters, dat doen we ook met redox en zuurstof. En wij hebben daarmee gezien dat je de IBA-systemen eigenlijk heel goed kan laten functioneren. Mm-hmm. Zonder ingrijpen van ons. Wij hoeven het alleen maar online te volgen door een waarschuwingssignaal. Ja. Nou, dat is dan eigenlijk voor de kleinere systemen al een hele mooie oplossing. En dit rollen wij ook uit op de grote systemen. Ik kan me voorstellen dat het voor de Sani-motor is monitor hartstikke leuk is. Want niet alle data zijn betrouwbaar. Maar ja, goed, bij zoiets. Nee, ik word helemaal enthousiast ervan natuurlijk. Ik zie het. Kijk, bij de Sani-monitor wil je natuurlijk het liefste gewoon zoveel mogelijk data hebben. Alle waterschappen en veel gemeentes natuurlijk ook, die hebben allemaal dezelfde vragen. Van voldoen de IBA's het? En als wij nieuwe dingen gaan goedkeuren, hebben we dan garantie dat ze gaan voldoen? Daar hebben niet alle waterschappen even goed zicht op. Jullie doen het wel, volgens mij redelijk goed. Maar als je dan zo'n bedrijf ziet die dat goed inzichtelijk maakt, dan denk ik meteen bij mezelf, dit wil je landelijk oppakken. En niet voor een bedrijf, maar voor de waterschappen en de gemeente breed. En breng die data bij elkaar. Zo hoeven we niet allemaal al onze IBA's te gaan controleren. Maar zo kan iedereen een klein beetje van de puzzel bijdragen door minder te investeren. Heel veel waterschappen die hebben niet genoeg personeel of die hebben niet genoeg tijd of budget ervoor beschikbaar. Nou, pak gewoon een deel op binnen je gebied. Deel dat allemaal landelijk. En als we dat allemaal samen invullen, dan hebben we de puzzel binnen no time compleet. En dan kunnen we over 10 jaar allemaal hartstikke goed de KW-normen halen. Ja. Het is een beetje aan het dromen natuurlijk. Maar ik denk, mijn aanbeveling voor de toekomst zou zijn, spendeer een beetje tijd om een deel van die puzzel in te vullen. En omdat alle data wordt gedeeld met iedereen, is die puzzel dan zo gevuld als iedereen daaraan bijdraagt. En hebben we allemaal baat bij. Nou ja, dat lijkt me een goede suggestie. Dus moeten we dan niet bij elke nieuwe IBA die komt een stukje toch wel een soort online monitoring of online sensoring, op zijn minst dat je die basisdata eruit haalt, standaard meenemen. Want dan, het blijft altijd, doet hij het wel, doet hij het niet. En ik heb altijd vooroordelen. Maar de enige manier om vooroordelen weg te halen is het weten. Hè? Ja. Meten, datapunten, zodat je het kunt laten zien. Ik zou ook als waterschap, dus vanuit het waterschap zeg ik het dan, maar ook naar gemeentes toe, of vanuit de STOA kan ik het ook zeggen. ik zou ook aanbevelen dat of je beheert het zelf, of je besteedt het uit. Maar zet daar een afspraak in, maak daar een afspraak bij. Van wij willen periodiek wat data erbij hebben. Kijk hoe vaak je het beheert en kijk hoe ze presteren. En of je het nou uitbesteedt of zelf doet, als je daar een deel van bijhoudt, dan hebben we binnen no time genoeg data om de echt conclusies uit te trekken. Ja. Denk je dat dat ook in jouw gebied ertoe bijdraagt, een beter functioneren van IBA's? Of heb je een ander idee naar de toekomst toe, wat zou kunnen helpen? Wij zouden al heel blij zijn als iedereen een onderhoudscontract had bij de desbetreffende leveranciers. Want dat is al helemaal niet altijd aan de orde. Dus als dat al opgeschaald wordt, zou kunnen worden. En het zou natuurlijk prachtig zijn dat de mensen voor de meest basale fouten die we hadden, zoals hoogwateralarm en dat soort dingen, dat mensen dat zouden kunnen inzien van hun systeem. Om daarmee die grote dingen er dan al uit te halen. Meten met pH-meters en of EC of iets dergelijks, dat is natuurlijk mooi. Ja. En dat zou een hele positieve invloed kunnen hebben. Maar wij werken ook met sensoren. En sensoren die in een vieze omgeving zitten, moet je ook heel vaak schoonmaken.
Dus dan moet je ook die mensen die dan zo'n systeem hebben, wat ook verder gemonitord wordt door dat soort systemen, moet je dan ook instrueren van hoe maak ik die systemen nou goed schoon, dat ze ook werkelijke cijfers leveren waar je wat mee kan. Ja. Maar goed, dus de sensor niet meer goed functioneert, dat moet eigenlijk dan, hè, jullie moeten dat kunnen zien. Ja, dat zien wij ook. Ja. Maar wij hebben in die hele ontwikkeling daarvoor hebben wij wel gemerkt, de positie in je systeem van de sensor is heel bepalend in hoe lang die goed blijft werken. Want ik ben er niet bij gebaat om te zeggen, ik moet er elke maand naartoe om even die sensor schoon te maken. Dan heb je een onuitvoerbaar onderhoudssysteem. Ja. Wij hebben echt gezocht van, nou laten we nou uitvlooien dat we dat hooguit één keer in een half jaar moeten doen. Nou, dan moet ik zo. Goed, we hebben nog te weinig ervaring ermee, want we hebben er geen 1000 in omloop, helaas. Maar daar wil ik wel naartoe. Maar die ervaring moeten we gaan opbouwen van de kop dat half jaar of een jaar. En misschien in het kader hiervan natuurlijk. Hè, we kunnen allemaal de hoeveelheid en voornamelijk de IBA's, de kleinere systemen, dat kunnen er heel veel worden. Of zou het dan nog naar de toekomst toe verstandiger zijn om toch meer te gaan clusteren? Zodat je dan ook weer wat meer geavanceerde zuiveringen kunt toepassen, die wat dieper kunnen zuiveren of een grotere functionaliteit kunnen hebben. Met andere woorden, naar de toekomst toe zullen we dan moeten we onze aandacht houden op de individuele behandeling van één enkel huishouden? Of is het toch verstandiger om ietsjes te gaan clusteren? Ik weet niet of u daar een idee over heeft. Ik zou zeggen clusteren, hè, waar het kan. En de IBA waar het echt niet anders kan. Ja. Dus 20 kilometer ergens in de prairie, leg daar maar een IBA. Ja. Maar als je gewoon ziet van er liggen er hier 5, 6 bij elkaar, graag clusteren. Ja, daar zijn wij als Vegstromen ook voorstander van. Omdat we denken dat we een stabielere IBA krijgen, dat is één. En bij zo'n cluster vind je waarschijnlijk ook iemand die meer enthousiasme heeft om dan het systeem ook erbij te houden. Want dat moet je dan wel hebben. Je kan wel een grotere IBA plaatsen, maar je moet er ook iemand hebben die dan met regelmaat naar het systeem omkijkt. Ja. En dan zich een beetje beheerder gaat maken. Want een IBA die alleen staat en zijn werk moet doen, waar niet naar omgekeken moet worden, die gaat ook om zeep. Dus we hebben wel eens IBA's, ook in een IBA moet je de mensen goed instrueren. Dit mag er wel in en dit mag er niet in. Ja. En als er stof in gaat in zo'n gemeenschappelijke IBA die er niet in hoort en het hele systeem gaat om zeep, dan heb je echt even een dingetje in die buurt. Ja. En dan moet je ook nog uitzoeken wie het gedaan heeft. Bij de eerstvolgende buurtbarbecue komen ze wel aan. Ongeveer. Ja, heel goed. Nog een opmerking van jullie in die richting of? Nou, ik dacht, je kan dan die clusters, die kunnen dan later weer gaan clusteren. En dan hebben we op een gegeven moment 2000 IE, dan gaan we nog en dan gaan we iemand een beheerder aanstellen. En dan richten we een organisatie op die dat gaat beheren. Oh, of hebben we dat al? We vragen. Jullie gaan gewoon richting. Ja, we vragen Henk Kamp, want die heeft het niet voorgezond. Nou, Henk, als je naar geluisterd. Die opmerking van Tim is natuurlijk wel terecht. Daar is de gedachte van gekomen om overal riolering aan te leggen om te gaan naar centrale zuiveringen. Dus ja. Volgens mij is het niet een of-of. Dat is net als met, we richten nu op de compactsystemen. Je vroeg net ook over die circulaire economie. Riolering kan daar op een bepaalde manier ook aan bijdragen. En de zuiveringen ook die we hebben. Ja. Het is volgens mij een en-en. En dat je kijkt in bepaalde situaties, is het inderdaad beter om dat afvalwater af te voeren en centraal te zuiveren. Ja, maar andere plekken kun je dat prima lokaal doen. Nou, is goed. Ik kom een beetje in lijn ook wat hier net werd gezegd. Ja, misschien clusteren als het kan en IBA waar het even mooi gepolderd. Heren, we gaan afronden, want het was waar genoegen, maar de tijd die schrijft voort en we zijn alweer 2 uur verder na de start. We hebben ongelooflijk veel geleerd vandaag over de compacte actief slipsystemen. Tieme, nogmaals hartelijk dank voor je exposé met alle achtergronden en hoe de techniek er nu voor staat. Ik wil dan ook bedanken, Ton, jou heel hartelijk dank met jouw ervaringen. Al 20 jaar. Ja, je gaat nog wel even door. Want, dat was ik van plan. Afschrijvingstijd is 40 jaar, op zijn minst 20 jaar om te kijken of ze het halen, denk eraan. Ja, Henk, ook jouw ervaringen vanuit het waterschap, hartelijk dank daarvoor. Het heeft ook inzicht gegeven in de beheersbaarheid van de IBA's, waar we heen moeten.
Jij bedankt voor je inzicht in de Sanimotor. Je hebt aangegeven, nou, we willen alles online. Dan kan die Sanimotor hups met iedereen verbonden worden. Dan ben je niet meer afhankelijk dat iemand jou de data opstuurt. Maar dan gaat het automatisch erheen en worden we allemaal wijzer van. Ik vond het heel geslaagd. Ik wil de kijkers hartstikke bedanken dat jullie allemaal tot nu zijn gebleven. Ik hoop ook dat jullie wat meer te weten zijn gekomen over de actief slip installatie en wat de mogelijkheden daartoe zijn in decentrale sanitatie. Dit was nummertje 2 van de series. Misschien gaan we verder met de series. We gaan het even intern bespreken. Maar goed, dan komt het vanzelf wel op de STOA-website. In ieder geval namens de samenwerkende TU Delft en de STOA en Rionet hartelijk dank voor het bijwonen van deze webinar. Nogmaals zeer hartelijk dank. We hebben nog een leuke boekenbon voor jullie. Dat mogen jullie besteden aan romans, maar ook aan technische boeken. Dat laatste heeft de voorkeur voor mij. En met deze sluit ik af voor deze middag. En nogmaals willen we Bert Palsma natuurlijk beterschap wensen. En de volgende keer hopelijk is Bert erbij. Hartelijk dank allemaal.